Ja, en welkom bij deze sessie van deze fantastische middag en avond over de Houten Eeuw. En we gaan het hebben over duurzaam bosbeheer. Want kijk, voor houten huizen hebben we bomen nodig. En ik vind het een heel lastige, want ik hou ontzettend ook van bomen, net als iedereen. Bomen zijn heel emotioneel, hè. We willen ze graag omarmen. Zeker in de coronatijd hebben we ontzettend veel bomen omarmd. Ook uit een soort van, oh help. Het is net als Pakhuis de Zwijger, hè? Of Praathuis de Zwijger. We praten, maar we zwijgen. Het is een contradictie. Net als dat duurzame, hè? Dus met de ontbossing en de kwaliteit van de bossen die naar beneden kelderen. Greenpeace heeft daar net een onderzoek naar gedaan. En dan wel heel veel moeten en willen bouwen met hout. Een lastige. Even een paar feiten. Per seconde groeit er 40 woningen aan bos in Europa. Dus het groeit in die zin heel veel. De ontbossing in Nederland gaat verhoudingsgewijs nog harder dan in het Braziliaans Amazonegebied. Dat zegt Gert-Jan Nabuurs. Hij is hoogleraar Europese bosbouw, Simon. Maar het mag... Het zal wel. Kijk, we hebben goed wat... Kijk, we voelen nu al die bossen, dat gaat ons aan het hart. Jij komt straks aan de beurt, Simon. Ik ga je horen. Er wordt in Nederland ongeveer... Nou, moet je even checken, Simon. Tussen de 1500 en 3500 hectare bossen gekapt. De biodiversiteit keldert. We hebben wel sinds het in werking treden van de Europese houtverordening in 2013 is het verboden om hout op de markt te brengen dat illegaal gekapt is. Dus in die zin is dat dan wel gecoverd. Dus hoe kan het kappen van bomen nou bijdragen aan de verduurzaming van onze planeet? Zolang we gecertificeerd hout gebruiken, is er toch niets aan de hand. Hoe weten we nou zeker dat dat hout kosher is, hè? Dat het gecertificeerd is? Is dat zo? En helpt het wel als je ziet dat de kwaliteit van die bossen achteruit is gehold door die klimaatverandering? Nou, hoe gaan we dat allemaal tegelijkertijd bewerkstelligen? Simon, gedraag je nou toch eens een beetje. Jongen, ja, het is een enorm emotioneel gedoe. We gaan het hebben met een aantal mensen die het gaan presenteren. Die gaan ons voer geven voor de paneldiscussies. Maar allereerst wil ik even de probleemeigenaar naar voren halen, Jeroen van der Waal. Jij gaat over de ambities van de gemeente Amsterdam op het gebied van houtbouw. Hè? Jij wilde het hier echt nou eens goed over hebben. Strategisch adviseur circulaire gebouwde omgeving van de gemeente Amsterdam. Je bent een man achter de aan, want je begeeft je in de hol van de leeuw. Aan jou de schone taak om deze avond af te trappen en vertellen wat jij graag geagendeerd wil zien. Dus aan jou het podium. Een applausje voor je. Nou, fijn dat ik hier mag staan en dat jullie er allemaal zijn om deze toch wel denk ik interessante discussie te gaan vormgeven. En waarom doe ik dit? Ja, voor mij persoonlijk zijn het eigenlijk twee onderwerpen die na jarenlang eens bij elkaar komen. Namelijk duurzaam bosbeheer en bouwen in hout. Dat zijn twee dingen die me erg aan het hart gaan. En ik moet er ook iets van gaan vinden, want ik ben probleemhebber, zoals dat heet. En dan ga ik zo even uitleggen wat dat is. Misschien even om te beginnen. Amsterdam heeft zich 2 jaar geleden voorgenomen om een moderne, bloeiende en inclusieve stad te zijn voor iedereen binnen de grenzen van de planeet. Voor iedereen. En we zijn ons bewust dat de impact die we met de consumptie en productie hebben, dat die dus voor de hele planeet effecten hebben. Dus niet alleen in onze eigen stad of in ons eigen land, maar over de hele wereld. Nou, dat vinden we dus een belangrijk gegeven en daar willen we zelf ook aan bijdragen. En dat doen we onder andere met het gebruiken van biobased materiaal. Klinkt misschien een beetje gek, maar dat willen we dus in gebouwen gaan toepassen. Nou, daar hebben we net van Pablo en anderen heel veel over gehoord. Overigens willen we dat ook in de openbare ruimte gaan toepassen, waar mogelijk. En waarom doen we dat? Onder andere om dus CO2 langere tijd op te slaan. En ook de CO2-impact die de andere materialen nu leveren bij het maken daarvan, om die te voorkomen. En wij denken dat dat een behoorlijk effectieve manier is om klimaatverandering tegen te gaan. En in Glasgow is dat vorig jaar ook best wel een stevige discussie geweest. Dat is ook een van de eerste, zover ik heb begrepen, hoor, ik heb er niet helemaal in verdiept, maar een van de eerste punten van overeenstemming geweest dat we juist die bossen moeten gebruiken en behouden om de klimaatverandering doelstellingen te halen.
Maar dat betekent wel dat we die bossen de waarde daarvan willen behouden. En dat we daar als westerse wereld een behoorlijke invloed op hebben. Want als wij geen hout kopen uit de bossen, met name tropische bossen, maar ook andere bossen, dan krijgt het minder waarde. En minder waarde betekent dus dat met name de lokale gemeenschappen eigenlijk op die manier bijna genoodzaakt zijn om het te gaan omzetten in iets anders waar ze wel waarde aan kunnen ontlenen. Denk aan palmolie, denk aan soja, denk aan veelteelt. Dus eigenlijk, het klinkt het heel gek, maar we zouden eigenlijk juist moeten zorgen dat we meer hout betrekken uit bossen om het weer te kunnen behouden. Nou, ik hoop dat jullie het begrijpen. Want als we dat dus niet doen, dan krijgt het bos geen waarde en dan, ja, dan gaan we er iets anders mee doen. En dat willen we niet. Want als westerse wereld met name, wij importeren vrij veel hout, hebben wij dus eigenlijk een keuze om, daar, om dat te beïnvloeden en dat proces van het behouden van het bos te kunnen stimuleren. En daarmee hebben we dan ook invloed uiteraard op biodiversiteit en die CO2-opslag. Belangrijk is wel, en daar gaan we het dan vanavond ook over hebben, van dat dat bos dan duurzaam beheerd wordt. Dus dat het niet een kaalslag wordt, maar dat er allerlei verschillende manieren zijn om dat te beheren. Waarbij je dus onder andere kijkt naar biodiversiteit, naar het terugplanten, maar ook wat een lokale gemeenschap daarmee kan. Nou, dat is de ene kant. De andere kant van mijn probleem, ik vind het geen probleem, maar is wel een uitdaging, is dat wij die Green Deal houtbouw hebben ondertekend, waarin het eerste stuk over, ook over is gesproken. Wij willen dus graag dat er meer houten woningen in Amsterdam komen. 20% in 2025 moet dat zijn. En daarbij hebben we ook een afspraak gemaakt, en die was voor mij een beetje moeilijk, dat we zeiden van nou, dat moet dan uit duurzaam beheerde bossen komen, dat vinden we prima. Maar dat kan zowel met een PVC als een FSC-certificering. En laten wij nou afgelopen 10 jaar keihard hebben gestuurd op alleen maar FSC-certificaat. En waarom? Dat is vooral omdat wij 10 jaar geleden, ik zeg ook echt eerlijk 10 jaar geleden, van het Wereld Natuurfonds hebben te horen gekregen dat als het gaat om bescherming van de bossen en de lokale gemeenschappen, dit toch het certificaat is wat het meeste waarborg biedt. Maar in de MRA hebben we dus iets anders afgesproken en ja, daar moet ik wat mee. Dus de vraag is van in de MRA-deal hebben wij iets ruimere, meer mogelijkheden om hout te gaan betrekken. Bijvoorbeeld uit Europa. En kan dat nou eigenlijk van? Vinden we dat verantwoord dat dat zo gebeurt? Dus je zou kunnen zeggen dat ik ben een probleemhebber, dat is de gemeente Amsterdam. Gaan wij af van FSC, zeggen we ook in bepaalde gevallen kunnen wij bijvoorbeeld PVC, of zijn er andere manieren, dat wil ik graag vanavond horen, om toch ervoor te zorgen dat we en duurzaam bosbeheer stimuleren en tegelijkertijd voldoende hout naar Amsterdam kunnen halen. Dus ik ben heel blij met deze sessie en we hebben afgesproken dat ik straks, als de discussie zich heeft voortgedaan en de presentaties zijn geweest, dat ik nog eventjes op terugkom of ik heb gehoord en of ik iets mee kan. Dank jullie wel allemaal. Oké, voordat de volgende presentator naar voren komt om daar juist ook antwoord op te geven, wil ik even weten wat er allemaal in de zaal zit. Want wie zit er niet in het vak? Wie is nou echt een geïnteresseerde leek? Die denkt, ach, ik had toch niks te doen, het is dinsdagavond. Ja, Ben! Nou, wat vind jij zo interessant? Nou, ik zag, dat zei ik net tegen die mevrouw, ik zag geen ene bij mij en ook in de buurt dat er in plaats van die ijzeren hekken, zeg maar bij die opbrekingen van de wegen, worden nu eenmaal van hout gemaakt. En je bent gelijk een stuk minder dat het agressief aandoet. Het ziet er echt veel leuker uit. Jij wordt er heel rustig van. Ik word er rustig van, ja. En ik vind het gewoon leuk dat je toch weer even anders kijkt naar de stad. En, nou, ook gisteren door jou. Maar ik dacht, maar houdbaarheid dacht ik eerst even dat je zei. Ik denk, dat is maar houdbaarheid. En hou je van bos? En hou je van, hoe kijk je tegen die ontbossingen aan? En verschrikkelijk natuurlijk. Dat dilemma. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Maar ja, er zijn zoveel van die nodens, dat is niet meer bij te benen. Nou, dat vind ik weer een hele mooie. Er zijn zoveel nodens, niet meer bij te benen. Heel goed. Nog meer. Er was nog iemand die hier gewoon puur uit... Ja, jij had vanavond niks te doen. Je dacht, ik ga eens even luisteren naar duurzame bosbeheer. Ja,
Joris Bouwens. Ik ben wel collega van Nico en ook van Imme. Okay. Dus, maar ik doe niks. Ik ben wel bezig als duurzaamheid- of circulariteitsconsultant, maar niks in de bouw. Maar wat ik in mijn vrije tijd doe, is hout van straat verzamelen om daar meubels van te maken. Dus op een microniveau ben ik wel heel erg gepassioneerd over bouwen met hout. Dus daarvoor dacht ik, kom vandaag even kijken hoe het op macroniveau is. Ja. Wat leuk, je bent een houtjutter eigenlijk. Zeker, ja. Een urbane houtjutter. Ik vind dat we daar ook een mooi houten visitekaartje voor moeten maken. Een urbane houtjutter. Wat we gaan doen, dat had ik net nog niet helemaal goed uitgelegd, maar we gaan nog twee presentaties horen en dan gaan we in paneldiscussie eerst met de wetenschap in discussie van wat over de mogelijkheid en onmogelijkheden van duurzaam bosbeheer. En vervolgens gaan we met de mensen uit de certificeringswereld in gesprek over wat doen we met die uitkomsten en hoe kunnen we dat nou echt duurzaam doen. En wat zijn de dilemma's en wat zijn de moeilijkheden hierin. Dan wil ik nu Nico Schouten naar voren halen van Metabolic. Waar is Nico? Daar. Oh ja, collega van Nico, daar is hij. Nico, jij bent bij Metabolic, ben jij Green Consultant en jij gaat het hebben over de analyse van het totale aanbod aan bos en hoe dit niet voldoende is voor de ambities. Nou, ik ga het, klopt dat? Nou, ik ga het iets nuanceren zo meteen, maar dat is wel de ongeveer strekking. Ja. En kun jij heel kort uitleggen wat Metabolic doet? Metabolic is een ecosysteem van allemaal verschillende bedrijven met als doel de wereldeconomie te verduurzamen. Mm-hmm. En dat doen we door advies te geven aan bedrijven, maar ook door onderzoek, bedrijven te bouwen en software te ontwikkelen. Eigenlijk in de breedste zin van het woord de transitie aan te drijven. Ja. Wat vind jij nou het spannendst van dit hele onderwerp van duurzame bosbouw? Nou, de nodes die net naar voren kwamen, ik denk dat dat een hele goede is. Dat het is zo'n complex probleem dat iedere keer als je een oplossing vindt, dat je drie nieuwe problemen vindt. Maakt het ook leuk om bezig te blijven, maar ik denk dat, ja. Dat heb je goed gezegd, de vele nodes. Ga je gang. Ja, hallo allemaal. Mijn naam is Nico Schouten. Ik ben duurzaamheidsadviseur bij Metabolic en ik ga het vandaag met jullie hebben over houtbouw en de impact van hout op de bouwsector. Dus allereerst wat data die jullie al heel vaak hebben gehoord, maar ik doe het voor het verhaal toch nog een keer. Dus de gebouwde omgeving is op dit moment verantwoordelijk voor om nabij 10% van alle CO2-emissies van Nederland als land. Dat komt omdat het heel veel CO2 en heel veel energie kost om materialen te produceren. En we gebruiken die materialen eigenlijk helemaal niet op een goede manier. Op hetzelfde moment begint het CO2-budget van Nederland ook op te raken. Dus we hebben een globaal budget wat we nog over hebben. Dat staat tot 2030. Maar Nederland doet het erg slecht in dat opzicht. Dus bij ons is het budget al iets eerder op, rond de 2026. Als we daar eigenlijk niks aan gaan veranderen. Gelukkig zijn we op dit moment al heel hard bezig met die duurzame transitie en wordt er heel hard aan gewerkt, maar dit is eigenlijk hoe we op dit moment voor staan. Een van de oplossingen om die CO2-impact van de bouwsector te verminderen wordt vaak circulair materiaalgebruik voor aangehaald. En dat is eigenlijk werken met de materialen die we nu al hebben en die zo lang mogelijk in het systeem te houden om nieuw materiaalgebruik te voorkomen. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel analyses op gedraaid. En waar je dan op uitkomt is dat als we al het afval wat we op dit moment uit de bouw zouden hergebruiken, 1 op 1, dat je dan 30% van al het nieuwe materiaal zou kunnen voorzien. Dus dat laat heel duidelijk zien dat er eigenlijk op dit moment niet genoeg materiaal vrijkomt om de hele nieuwe vraag te voorzien. En dat we dus ook goed moeten nadenken over het nieuwe materiaal wat we de bouweconomie instoppen. Houtbouw of bouwen met hout kan hier natuurlijk een hele mooie oplossing voor zijn. Want het wordt aangeprezen als een duurzaam materiaal. En dat is het ook. Het slaat heel veel CO2 op tijdens de groei. En als je dat op een goede manier inzet in de gebouwde omgeving, dan kan je zeker bijdragen aan het verminderen van die CO2-emissies. Op hetzelfde moment zien we ook dat er op dit moment al heel veel hout uit Europese bossen wordt gehaald. Dus rond de 550 miljoen kubieke meter per jaar. En als je dat met goed bosbeheer kan je dat comfortabel ophogen naar 750 miljoen kubieke meter per jaar. En dat is natuurlijk heel veel hout. En dat is in principe genoeg om alle gebouwen in Nederland of zelfs in Europa van hout op te bouwen. Het enige probleem daarbij is dat er vaak te weinig wordt gekeken naar andere vragen of andere sectoren die ook beroep doen op dat hout of de consumptie of de productie die we eigenlijk hebben. En om het iets beter te schetsen, wil ik graag eerst even één stapje uitzoomen. Dus dan kijken we naar alle bossen op wereldniveau.
Er is op wereldniveau ruim 4 miljard hectare bos. Dat is gigantisch veel. Er komt ook gigantisch veel hout uit. Alleen wordt niet al dat bos op een goede manier beheerd. Dus jullie kunnen hier zien, de groene cirkels, dat zijn eigenlijk alle plekken waar het bos wel goed wordt beheerd. De grijze cirkels, daar is bos beheerd wat met een kleine verbetering de goede kant op zou gaan. En eigenlijk alle rode bossen worden op dit moment niet op de goede manier beheerd. Dat betekent dat er een kaalslag plaatsvindt, dat de biodiversiteit niet goed wordt gewaarborgd. En wat dit plaatje eigenlijk laat zien, is dat als we als Europa meer hout willen gaan gebruiken, is dat we op zich aanspraak kunnen doen op bossen buiten ons continent. Maar dat we daar ook rekening mee moeten houden dat die andere continenten dat bos ook zelf heel hard nodig hebben. Zodat we voor een groot deel van ons eigen bos afhankelijk zijn. Nou is dat op dit moment ook zo. We importeren tussen de 10% en 15% van ons hout vanuit andere continenten. Voor de rest produceren we dat allemaal zelf. Dus dat is een heel mooi getal natuurlijk al. Als we dan iets verder inzoomen op Europa, dan zien we dat daar ook heel veel bossen zijn. Die bossen die worden op dit moment onderhouden en die worden ook voor een groot deel al gebruikt voor voor de productie van hout. Ruim 80% van al het bos in Europa kan er op een goede manier voor worden gebruikt. En die overige 20%, dat is een deel van Scandinavië, een deel van Spanje en een deel van de Balkan. Daar kunnen om verschillende redenen, kan daar eigenlijk geen intensere bosbouw meer plaatsvinden. Dat is aan de ene kant doordat het gaat over de gezondheid van de bossen, dat gaat over de toegankelijkheid van de bossen of ook vaak over eigendomssituaties. En wat dit plaatje dus eigenlijk laat zien is dat met die 80%, daar moet dus ook die 200 miljoen extra hout uitkomen, omdat we dus niet nog meer bos hebben waar we dat makkelijk uit zouden kunnen halen. En als we dan kijken naar de gemiddelde vraag naar hout in Nederland, dan zien we dat de gemiddelde Nederlander op dit moment net iets minder dan een kuub hout per persoon per jaar gebruikt. En dat hout dat gebruiken we voor ongeveer 34% voor papier en karton, voor 28% voor energie en de overige 38% die gebruiken we voor constructiematerialen, maar ook voor productie van bijvoorbeeld meubelen. Dus dat gaat over plaatmateriaal en echt gezaagde houten balken. En dat is natuurlijk een mooie verdeling. Ik was toen ik dit zag persoonlijk erg verbaasd over hoe groot het aandeel energie nog was. Omdat dat vanuit de energietransitie natuurlijk een heel belangrijk thema is. Maar ook het verbranden van biomassa nog erg ter discussie staat. En als je dan kijkt naar onze huidige houtvraag. En dit is een erg ingewikkeld plaatje. Maar het is een materiaalstroomanalyse die wij enkele jaren geleden hebben uitgevoerd voor de Nederlandse bouwsector. Waaraan de linkerkant eigenlijk alle materialen zijn die de Nederlandse bouw per jaar ingaat. In het midden waar dat naartoe gaat, in de rechterkant wat ermee gebeurt. En in die analyse hebben we eigenlijk gehighlight hoeveel hout er op dit moment nu gebruikt wordt. En dat is ongeveer 4%. 4% van alle materialen die we op dit moment in de bouw gebruiken is hout. Nou, we hebben net gehoord dat er heel veel ambitie is om dat te verhogen. Dus dat moet naar 20% toe in de MRA. Maar als we dan weer teruggaan naar die 30% van de materialen die we secundair konden voorzien en de overige 70% die op een andere manier moeten voorzien, dan is dat toch nog een heel veel meer wat we moeten gaan produceren om die bouwsector echt die CO2-emissies significant van te reduceren. Op hetzelfde moment gaat er de komende 10 jaar ook flink wat veranderen in Energie-Europa. Dus er zijn veel verschillende scenario's voor opgesteld. Maar in het meest pessimistische scenario gaat de vraag naar biomassa voor energie met ongeveer 100% toenemen. Dat zou betekenen dat we op jaarbasis rond de 400 miljoen kuub hout voor biomassa en energie zouden moeten gaan gebruiken. En als jullie dat dan terugzetten tegenover de 750 miljoen die we hadden, dan is dat eigenlijk echt al heel veel. Bovenop ook de energie of het hout wat we nodig hebben voor produceren van gebouwen. Nou, dat kunnen we nog iets verder uitsplitsen. Dus de gemiddelde Nederlandse toename is geprojecteerd op een toename tot 2 kuub per persoon per jaar. Dat is dus een toename van 100% voor de gemiddelde Nederlander. Voor de gemiddelde Europeaan zijn ook zulke analyses gedaan en ligt dat gemiddelde eigenlijk nog iets hoger. Daar gaan ze zelfs naar een verdrievoudiging van de consumptie toe. Wat dus eigenlijk betekent dat we met een toename van 200 kuub hout per jaar, wat we nog meer duurzaam zouden kunnen halen uit onze bossen met de beperkte capaciteit die we hebben, tegenover een toename van iets meer dan 100% aan consumptie komen te staan.
Wat betekent dat er dus in de toekomstige scenario's, als we op dezelfde manier door blijven gaan en eigenlijk alle transitiepaden zoals die nu in zijn gestoken door blijven voeren, dat we echt over de limieten van onze huidige bossen heen gaan en dat we op een andere manier dan ook over dat materiaalgebruik moeten gaan nadenken. Dus dat is natuurlijk een erg vervelend vooruitzicht. En ik wil ook een paar opbeurende boodschappen meegeven voordat we de discussie ingaan. Ik denk het eerste en het allerbelangrijkste in het hele verhaal is stoppen met het verbranden van biomassa voor energie. Ik denk dat het duidelijk mag zijn dat het opslaan van CO2 in hout een hele prachtige eigenschap is van het materiaal. En dat eigenlijk het best tot zijn recht kan laten komen door dat hout in gebouwen te stoppen. Waar dat 100, 200, misschien wel 300 jaar blijft zitten. En dat ze ook echt bijdraagt aan het opslaan van dat materiaal. Het gebruiken van biomassa voor het verbranden. Daar wordt ook vaak aangehaald van ja, maar dan halen we die bomen weg en dan planten we dan weer nieuwe voor terug. Maar als we dan kijken naar het timeframe waarin die bomen weer terug kunnen groeien. Die hebben er 100 jaar, tussen de 50 en 100 jaar over gedaan om te groeien en al dat CO2 op te slaan. Als we die verbranden, dan hebben ze eigenlijk nog maar 10 jaar tot onze deadline van 2030 om weer terug te groeien. En dat is gewoon niet meer haalbaar om eigenlijk al de CO2 die daarmee de lucht in gaat weer af te vangen. Dus allereerst is het afschalen van het verbranden van biomassa. En eigenlijk daaronder ligt nog het beter isoleren van onze Europese woningvoorraad. Want we hebben fantastisch veel woningen in Europa die ook heel veel energie gebruiken. En dat kan echt significant gereduceerd worden als we gewoon beter omgaan met die energieprestatie. Het tweede is het langer cascaderen van hout. Dus we gebruiken heel veel hout, maar er gaat ook heel veel hout ieder jaar de afvalverbranding in. Ongeveer 60% van het Nederlandse hout wordt op dit moment verbrand. 40% wordt echt significant gedowncycled. Wat betekent dat je eigenlijk hele mooie houten producten neemt, die versnippert en er plaatmateriaal van maakt. Dat is op zich natuurlijk goed, beter dan hergebruiken, maar het is op de lange termijn niet de manier waarop je dat materiaal echt zijn volle potentie laat gebruiken. Dit is een analyse die je kan zien. Dat als je eigenlijk een houten balk hebt die helemaal aan de linkerkant staat, dan zie je dus die. Die blijft gemiddeld in Nederland 75 jaar in een woning zitten. En in plaats van hem daarna eruit te halen en te versnipperen of hem te verbranden, kan je hem daarna nog een keer floorboards van maken, nog een keer hergebruiken, er daarna raamkozijnen van maken en er daarna pas OSB van maken. En dan heb je eigenlijk in plaats van 75 jaar met misschien een korte verlenging, kan je naar makkelijk 350 als niet 400 jaar met hetzelfde product gaan. Dan hoor ik iedereen denken, dit is een hele lastige opgave, want het is heel duur om hout te oogsten en heel duur om hout her te gebruiken. En dat klopt zeker, maar ik denk dat we daar erg moeten varen op de innovatie die we als Amsterdam en als ecosysteem hier voor kunnen brengen. Een heel mooi project waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt is samen met de HVA. Die hebben met hun robotlab werken die aan het oogsten van hout, van slooperhout wat bij projecten vrijkomt. En ze kunnen met die robots kunnen zij vervolgens het hout scannen op onzuiverheden, inscannen zodat er parametrische modellen van ontstaan en daar vervolgens weer hele hoogwaardige producten van maken. Dus wat jullie hier bijvoorbeeld zien zijn onderdelen van een deur die in het normale proces niet meer hergebruikt zouden kunnen worden en eigenlijk de verbrandingsoven in zouden gaan. En met deze robots weer getransformeerd kunnen worden tot raamkozijnen en zo weer integraal onderdeel kunnen worden van die keten. En het derde is echt heel erg inzetten op het verhogen van ons eigen duurzame bosbeheer. Als we kijken naar geopolitieke spanningen en handel, dan zijn we op dit moment afhankelijk van voor 90% van ons hout uit het buitenland en 10% produceren we zelf. Er is op dit moment in Nederland ruimte voor een extra 100 hectare aan bos, wat onze eigen houtproductie met 27% zou kunnen toenemen. Als we daar dan bovenop ook nog het houtbeheer verbeteren, zouden we onze eigen productie bijna kunnen verdubbelen. Dan zitten we nog steeds maar op 20%, dus nog niet genoeg om onze hele eigen houtvraag te doen. Maar met het idee dat we toch als Europa naar een duurzamere bos- en gebouwde omgeving en ook houtbranche toe moeten, moeten we daar denk ik zeker... Ja, dit is per jaar, was de vraag, dat zeker maar. En dan als laatste vraag, misschien nog het Europees perspectief. Dat heb ik net al een beetje aangehaakt. Dus we zijn in Nederland heel erg afhankelijk van het buitenland en we gaan nooit helemaal zelfvoorzienend worden. Maar het is wel belangrijk om ook naar onze eigen verantwoordelijkheid te kijken in dat hele proces. Om daar toch het mooiste uit te halen. En daarmee wil ik graag mijn presentatie afsluiten. Dankjewel, Nico. Waanzinnig interessant.
Er kunnen straks vragen gesteld worden, maar ik word altijd heel erg somber en dan vervolgens weer heel gelukkig van de wetenschap. Die gaan we straks ook aan het woord laten van wat we allemaal nog meer kunnen doen. Ontzettend bedankt voor deze glasheldere presentatie. Jij mag weer gaan zitten. Ik wil nu Paul van den Heuvel naar voren. Want we hadden het al over de noodzaak om op Europees niveau te kijken, maar ook de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn, want de invloed van de oorlog in Europa heeft natuurlijk ook zijn gevolgen op houtbouw. Je bent van het Centrum Hout. Klopt. En daar worden de krachten gebundeld om die voordelen van die houtbouw zichtbaar te maken. En jij gaat ons iets vertellen, ook over die effecten van die oorlog in de Oekraïne op houtbouw. Ja, onder andere. De effecten waarmee we als houtsector geconfronteerd worden door een terugloop door de sancties die terecht natuurlijk geplaatst zijn. Daar zal ik wat iets over vertellen. Maar weet je, er is mij ook gevraagd, het staat natuurlijk helemaal in het kader van duurzaam bosbeheer. Ik wil ook heel graag toelichten waar onze sector de afgelopen decennia aan gewerkt heeft en de resultaten daarvan. En wat niet onbelangrijk is, is houtbouw en houtproducten vandaag hoog in het vaandel, hoog op de agenda. Ik wil ook heel graag aangeven dat onze sector die producten maakt, waar we toe in staat zijn. Oké, heel goed. En werd jij ook ongelukkig of vrolijk? Of wat was jouw reactie nog op Nico? Nou, ik vond Nico's presentatie prima. Een aantal zaken komen in een andere vorm bij mij ook weer terug. Dus op een of andere manier een beetje dubbel gevoel. Een beetje gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar de oplossing die hij op het laatst had, helemaal prima. Helemaal in lijn met hetgeen wat wij ook voorzien. Oké, heel fijn. Ga je gang. Ja, goedenavond. Wat ik net al zei, Nico, dank voor je presentatie. Een aantal plaatjes, niet dezelfde plaatjes, maar de cijfers zullen enigszins terugkomen. Ik ben heel blij met deze avond en met deze aandacht voor houtbouw en biobased in zijn algemeen. Jullie moeten je voorstellen, wij als sector hebben in 2016 het klimaatakkoord ondertekend. We hebben het grondstofakkoord ondertekend en ik kon eerlijk gezegd niet bevroeden dat wij de afgelopen jaren zoveel aandacht als Nederland, als verschillende partijen die hier ook vertegenwoordigd zijn, hebben weten te kunnen genereren voor het stimuleren van houtbouw en het gebruik van biobased, duurzaam geproduceerde biobased materialen. Ik ga kort met jullie hierop in. Ik zat, voordat ik de presentatie mailde aan Imme, vroeg ik me nog even af. De lettergrootte, is dat denk je te lezen, Paul? Nou, ik denk dat het wel te lezen is voor jullie waar ik het over ga hebben. Centrum Hout, wie zijn wij? Wij zijn twee werkgeversorganisaties. Eentje heet Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen. Dat is de representatieve werkgeversorganisatie voor importeurs en handelaren in hout in Nederland. 120 bedrijven. En daarnaast de Nederlandse branchevereniging voor de timmerindustrie. 220 bedrijven. En die maken eigenlijk alles wat je in de bouw nodig hebt van hout. Verder. Wat ik al zei, representatief. We zijn lid van VNO-NCW. Toen straks is ook gezegd, hoe zit het met de lobby als het gaat over beton, staal en dergelijke. Nou, wij komen elkaar tegen binnen de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En we zijn natuurlijk Europees ook goed aangesloten. Jullie zouden ons kunnen kennen van de campagne Hout Natuurlijk van Nu. Vandaag is de titel van dit programma ook De Houten Eeuw. Wij zijn in 2018 gekomen met de campagne Welkom in de Nieuwe Houten Eeuw, omdat wij beseften dat hetgeen wat we nu gaan doen eigenlijk decennia terug al eigenlijk redelijk gebruikelijk was, maar dat we dat eigenlijk zijn verleerd. Dus welkom in de Nieuwe Houten Eeuw ook namens onze organisaties. Nederlands houtgebruik. En daar kom ik voor een deel terug op datgene wat Nico net ook aangegeven heeft. Wij maken dankbaar gebruik van de gegevens die door ProBos, ik zie Mark hier zitten, jaarlijks beschikbaar stelt. Wij maken gebruik van, in ieder geval van dit rapport, en van CBS-cijfers die door ProBos, de stichting ProBos, jaarlijks aan ons geleverd worden. In grote lijnen consumeren wij 4 miljoen kubieke meter hout en plaatmateriaal in Nederland. En dat moet je voorstellen, dat is 5,5 miljoen import en nog eens een keer 1,5 of 1,6 miljoen wordt er weer geëxporteerd. 90% van datgene wat wij in Nederland consumeren komt uit Europa. En dat is heel mooi dat Nico te straks dat plaatje liet zien met die groene cirkeltjes. Dus 90% komt uit het groene cirkeltje wat in Europa ligt, waar wij natuurlijk ons hout vandaan halen. Waar hebben we het dan over? 60% van de import die gebruikt wordt voor houtbouw is naaldhout.
hardhout, zo noemen wij dat, is loofhout. Je hebt tropisch loofhout en gematigd loofhout. Dat is 10% van de import en circa 30% is plaatmateriaal. Wat je moet weten is, wij vertegenwoorden VVNH, importeurs-handelaren. Maar er is nog een organisatie die ook bouwmaterialen importeert en verhandelt. Dat is de Hibin. En die importeren ook substantieel naaldhout en plaatmateriaal. Dus beide organisaties bij elkaar opgeteld, leveren het hout voor houtbouw onder andere en houtproducten in de bouw in Nederland. Is er genoeg hout? Ja, daar kun je van mening over verschillen. Wij vinden, wat ik net al zei, 90% van het hout komt uit Europa. Slechts 6% wordt in Nederland zelf geproduceerd. Dat houdt in dat 4% komt van buiten Europa. En de WUR, Gert-Jan Naarbuurs, grote cijfers, wijken iets af van hetgeen wat jij net aangaf, Nico. Is maar de houtvoorraad in Europa is 35 miljard kubieke meter. 1 miljard bijgroei per jaar. Grote cijfers, 600.000 miljoen kubieke meter wordt er jaarlijks geoost. Dat zou dus inhouden dat de 400 miljoen kubieke meter rondhout equivalenten, 400.000 kubieke meter, jaarlijks bijgroeit in het Europese bos. Dus nogmaals, dat bos waar dat groene kringetje van Nico net omheen getrokken werd. Deze avond is er ook gezegd van hoe snel groeit dat bos dan? Nou, een beetje een plaatje te schetsen. 1 HSB-woning, ongeveer gemiddeld 33 kubieke meter hout. Die groeit bij, als gemiddelde houtskeletbouwwoning, dan wel een CLT-woning gemaakt van cross-laminated timber. Dan zit je op 2,5 seconde of 1 seconde. Ik zie dat er 1 cijfertje is weggevallen. 1 seconde voor een HSB-woning, 2,5 seconde voor een CLT-woning. Dus met andere woorden, stel we zouden in Nederland het voor elkaar krijgen om op te schalen naar 80.000 woningen. Dan wat hebben we dan nodig? Dan hebben we 2,65 miljoen kubieke meter hout- en plaatmateriaal nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus de ordegrootte van het cijfertje wat hier staat klopt niet helemaal. Moet het 1,3 miljoen zijn van de jaarlijkse toename in Europa aan rondhout-equivalenten. Het effect van COVID en de oorlog in Oekraïne. We hebben natuurlijk allemaal de berichten gelezen en helaas ook allemaal aan de lijve ondervonden dat door COVID handelstromen, grondstofstromen zijn verlegd. Containers stonden op een gegeven moment helemaal aan de verkeerde kant van de wereld, hadden geen andere aanvoer. Dus aanvoerperikelen, stromen zijn verlegd, wat onder andere resulteerde in tijdelijke schaarste en prijsverhogingen. Nou, dat heeft de houtsector ook ervaren. Als het gaat over naaldhout, viel dat op zich nog wel mee. Nou, weet je, het heeft alles te maken gehad met iets wat in de Verenigde Staten met het invoeren van invoerrechten in de Verenigde Staten veroorzaakt is. Wat maakte dat er veel meer vraag vanuit de Verenigde Staten naar naaldhout kwam. Dat vanuit de Europese markt meer hout dan gebruikelijk naar de Verenigde Staten ging. Nou, dat maakte schaarste prijzen omhoog. Als het gaat over het hout wat van buiten Europa komt, dat werd ook daadwerkelijk geraakt door de problematiek van de containers. Wat ik al zei, dat geldt niet alleen voor hout, dat geldt voor alle grondstoffen. Wij vinden dat als je kijkt naar dat kringeltje wat Nico straks om het bos plaatste, is dat wij staan eigenlijk voor wat betreft de hernieuwbaarheid en de duurzaam bosbeheer aan de goede kant van de streep ten opzichte van de eindige grondstoffen. Dus als je kijkt naar onze import, dan verwachten wij dat ondanks alle perikelen die er zijn, dat het aanbod uiteindelijk op niveau zal blijven. Als je nu kijkt naar datgene wat de consequenties zijn van de oorlogssituatie, de vreselijke oorlogssituatie in Oekraïne en de sancties die afgekondigd zijn tegen Belarus en Rusland, dan is het zo dat het circa 10% van het hout wat in Nederland wordt geconsumeerd, met name naaldhout en plaatmateriaal, komt uit die regio. Althans, dat hout wat voor de bouw gebruikt wordt. Het idee daarbij is natuurlijk dat we wel een hiccup hebben in de aanvoer voor dat hout. En dat we dat zeker zullen merken op de markt. Maar vanwege het feit dat andere Europese landen wellicht in de gelegenheid zijn om binnen de randvoorwaarden van duurzaam bosbeheer hun productie op te krikken, te vergroten, zou dat verlies wat ontstaan is door de sancties in Rusland en voor Belarus zou opgevangen moeten kunnen worden door andere Europese bosbouwlanden. En welke landen zijn dat dan? Ja, als je kijkt naar de import waar wij
Welk land staat op 1? Dat is Zweden. Duitsland nummer 2. Nou, Rusland staat 3, is weggevallen. En Finland is nummer 4. Wat wij gedaan hebben is samen met onze Europese koepels het verzoek gedaan aan Europese houtproducerende landen om dat serieus te overwegen. En houtproducties opnieuw te bekijken binnen de bandbreedte van duurzaam bosbeheer en dat te verhogen. En natuurlijk ook tegen de Europese Commissie gezegd van luister, er gaat in deze situatie veel hout naar buiten Europa. Met name China is een belangrijke consument, consumentenland waar gigantisch veel naartoe gaat. Kijk of er mogelijkheden zijn om de export van hout, wat we eigenlijk zelf in Europa zelf nodig hebben, om dat, de export daarvan te beperken. Wij denken dat andere producentenlanden het gemis door de sancties uit Rusland zouden kunnen opvangen. Dat heeft natuurlijk wel te maken met timing en logistiek. En vast en zeker zal het zo zijn dat dat consequenties heeft voor schaarste of veroorzaakt zal worden door dat er schaarste zal zijn en dat dat prijs met zich meebrengt. Maar uiteindelijk is er voldoende voorraad in Europa, in de bossen waar wij ons hout vandaan halen, om in de toenemende vraag voor houtbouw in ieder geval in Nederland te kunnen voldoen. Ik heb hier een aantal jaren terug ook gestaan. En er ging een discussie over duurzaam bosbeheer. En ik zal je zeggen, als er één onderwerp is wat de houtsector de afgelopen decennia heeft bezig gehouden, dan is dat duurzaam bosbeheer. En die discussies die we met elkaar hadden, en die zullen we dadelijk ook vast en zeker weer krijgen. Iedereen vindt het vervelend om een boom geoogst te zien worden. Maar er zijn te weinig mensen die zich realiseerden dat als je zo'n prachtige eiken tafelblad wil hebben, dat je er wel een boom voor moet rooien. En hoe vervelend dat ook is. Het mooie van alles is dat wij in de jaren 90 gezien werden als een onderdeel van het probleem. En wellicht in sommige onderdelen, ik kijk naar de Simon, die zit te knikken. Ja, wellicht zijn we dat in sommige delen wel. Maar aan de andere kant zijn we eigenlijk in deze situatie onderdeel van de oplossing. En dan kom ik terug wat ik zei. We hebben het klimaatakkoord ondertekend, grondstofakkoord ondertekend. We zijn inmiddels 6 jaar verder. En wat zien we gebeuren? Pablo, heel veel partijen buiten ons om weten de weg te vinden naar gebruik van hout, biobased grondstoffen. En wat is de belangrijkste voorwaarde daarvoor? Ik zeg altijd heel simpel, bos moet bos blijven. In de jaren 90 zag de wereld er zo uit. Er werd toen het geroepen van het gaat slecht met de tropische bossen. En wat is de oplossing? Certificering. Dus wat wij vanuit het Westen deden, wij zeiden tegen Indonesië, wij zeiden tegen Maleisië, wij zeiden tegen Brazilië. De oplossing is dat jullie naast jullie wet en regelgeving certificeringssystemen jezelf eigen maken die door derde onafhankelijke partijen worden gecontroleerd. Dat was het begin van certificering. Dat is natuurlijk best vreemd als je dat aan andere landen vraagt, wat je zelf niet oplegt. Dus wat je ziet gebeuren is, in al die 30 jaar is van dit overgebleven. In wezen. En wat ook heel mooi is, dat wij in Nederland een Timber Procurement Assessment Committee hebben, die bepaalt wat duurzaam is. Ik heb geen, althans ik ben hem nog niet tegengekomen, een concrete assessment committee tegengekomen over steel or you name it. Geen enkele. Wij hebben een commissie die bepaalt wat duurzaam is. En ik ben heel blij, Maarten zit hier, Wieke, FSC, PFC, de twee belangrijkste systemen. Daar leunen wij als sector bijzonder zwaar op. Maar wij komen van ver. Ik zou je zeggen wat ik al zei in het begin, waar die certificering vandaan gekomen is. In 2005 was 13,3% van het hout dat geïmporteerd werd voorzien van een Chain of Custody certificaat. Het gaat wat ver, maar Chain of Custody certificaat, die zijn dan denk ik allemaal ingewijden, is het bewijs dat hetgeen wat je in het bos gekocht hebt en gerooid hebt, ook daadwerkelijk het product is wat je op de Nederlandse markt brengt en binnenhaalt. In al die jaren hebben wij heel veel gedaan als sector. En we hebben ons gerealiseerd, en dat realiseren jullie denk ik elke dag als je iets koopt. Waar kijk je naar? En natuurlijk in deze zaal is het antwoord meteen kwaliteit, prijs, maar ook duurzaamheid. Wij worden als sector geconfronteerd met prijs en kwaliteit. Dus wat wij gedaan hebben, we hebben het alle partijen in de bouwketen
hebben wij afspraken gemaakt. Nou ja, Suzanne, ik ga er wat sneller doorheen. En dat heeft erin geresulteerd dat wij een Green Deal hebben afgesloten en daarna een convenant bevorderen duurzaam bosbeheer hebben afgesloten. En wat belangrijk is om te constateren dat hetgeen wat er voor de Nederlandse markt, voor de houtbouw beschikbaar is, bijna de 100% is. Dus bijna 100% wat wij importeren voor en wat toegepast voor, wordt voor houtbouw, is afkomstig uit een duurzaam beheerd bos. Het duurzame aanbod is er dus. Met het oog op de tijd klik ik hier heel snel door. Oh, ik ben al over de tijd. Nou, dan ga ik echt heel snel door. Weet je, dit zijn de toonaangevende projecten waar we via de media allemaal op geattendeerd. Dat is allemaal prachtig. Waar we natuurlijk naartoe moeten is naar het opschalen van de woningbouw. En de seriematige woningbouw. CLT heeft veel aandacht. Weet dat er veel meer systemen zijn die onder de noemer houtbouw vallen. Nou, ik heb ze hier aangegeven. Dus het is niet alleen CLT wat de klok slaat. Het is ook houtskeletbouw, modulair bouwen, geveldak, nou, allemaal het maar op. Dit zijn een paar foto's van hoe dat er in de praktijk uitziet. En wat ik hiermee wil aangeven is dat het beeld wat van onze industrie bestaat, is niet meer datgene van een blokschaaf en een beitel en een hamer, maar dat het een hele professionele industrie is die maakt dat de vraag die er is prima beantwoord kan worden. Er zijn een paar plaatjes van hoe het er industrieel aan toe gaat binnen de fabrieken die bij ons zijn aangesloten. We moeten echt afronden nu, hè? Ja. Paul, want we kijk, you're preaching to the right church. Iedereen weet dit, hoor. Oké. Nou, dat is tot slot. Is er genoeg hout? Het antwoord is ja. Is er genoeg hout voor veel meer houtbouw? Het antwoord is ook ja. Is er genoeg duurzaam hout? Is ja. Kan de sector de toenemende bouwvrouw? Dat is ook ja. Maakt het uit welk duurzaamheidskeurmerk wordt gehanteerd? Dat wil ik even terug naar wat Jeroen toen straks zei. Wat ons betreft maakt het niet uit. Ik heb duidelijk uitgelegd, we hebben T-pak die bepaalt wat duurzaam is. Dus FSC One and Only hoeft wat ons betreft niet. FSC en PFC, dat is. En ook de vraag die hier gesteld moet worden, zijn er voldoende duurzaam, aantoonbaar duurzaam geproduceerde alternatieve materialen? En dat is iets wat jullie mogen beantwoorden. Dankjewel. Dankjewel, Paul. Een applaus. Een gedreven mens, zeker over dat laatste gaan we ook praten, want we gaan, dankjewel. En sorry dat ik je moest onderbreken, maar het is natuurlijk, ja, ze weten dit voor een heel groot deel, maar er zaten ook heel interessante dingen bij van waar zit het hem nu, hè? Hoe is die invloed van die oorlog? Maar ik wil nu graag het bos in met Simon, want ik wil graag een bosles van jou. Simon Klingen is al 40 jaar, loopt hij door bossen en geeft iedereen les in bosbeheer. Je hebt zelfs een methode ontwikkeld waarin houtproductie en natuurbeheer heel goed samen kunnen gaan. Jij wil eigenlijk nu het liefst het bos in. We hebben ook plaatjes van, kijk, daar ben je. Dan kijk je naar die bossen. Ik wil liever het bos in. Wat, ja, ik wil ook het bos in. Mag ik, jongens, wij gaan even het bos in. Kom, Simon. Nee, maar wat is voor jou het bos waarvan je echt denkt, dit is, wat is jouw favoriete bos? Ik kom graag in Amerongen. Amerongen. Ik heb gedacht dat dit misschien wat handig zou zijn, dus wat hoger. Ja, heel goed. Daar zijn die boekjes voor, die heb ik zelf geschreven. Ik dacht, laat ik ze meenemen. Hele goede, Simon. Ja. En hoe gaat het met de... Wat willen mensen weten? Wat is de belangrijkste les wat jij mensen leert? Ik heb geen idee. Aan alle leken die ook meenemen. Dat gaan we nu even snel doen, toch? Ja, ga maar even snel doen. Ga je gang. Ik zie nog niks. Het gaat komen, volgens mij, van boven. Kijk, ja. Ben ik dat? Oh ja. Oké, als bos. Het moet heel snel, hè? Nou, je hebt een... Heb ik gewoon maar 10 minuten? Ja, 10 minuten, zoals iedereen. Oké. Okay. Ja. Succes. Je kunt daar kijken. Kijk, ja, daar wordt afgedrukt. Ja, ik kijk daar. Je bent al bijna 10 seconden ben je nou kwijt, hè? Zie je dat? Als jullie nou maar lezen... Ja, oké. Heel goed. En je kan er het hoofd koel houden. Misschien mezelf toch even voorstellen. Ik loop al mijn hele leven in het bos. Ik ben inmiddels 73, dus dat is best lang. Ik heb een tijd lang voor het Utrechtse landschap het bosbeheer gedaan. 3.500 hectare bos in de provincie Utrecht. En dat was een waar genoeg om dat te doen. Dat deed ik tot mijn 73ste, tot mijn 65ste, dus al een tijdje geleden. Ik geef boseigenaren adviezen. En ik geef al een hele tijd lang boscursussen aan bosprofessionals. Dus mensen die staatsbosbeheer, gemeente, particulieren, mensen die in het bosvak werken.
En ik schrijf al een tijdje wat boekjes. En die boekjes zijn vooral gericht op de geïnteresseerde, in het bos geïnteresseerde leken. Er zijn er wat van hier in de zaal die ik daar niet onder kan rekenen. Wie van u in de zaal heeft al eerder bij mij een boscursus gedaan? U kunt dan nu de ogen sluiten. En voor de andere mensen geldt dat ze wellicht ooit een keer een boscursus zouden moeten doen. Dit was tijdens mijn werk bij het Tutus Landschap de dagelijkse bezigheid. Dat heet dagelijks. Ik combineerde dat met mijn eigen adviesbureau. En ging dus met de boswachters het veld in om te bekijken wat er moest gebeuren. Dit is een beeld van een boscursus. Mochten jullie daar nog misschien zeggen, god, ik zou het wel leuk vinden om dat ook een keer. Ik bedoel, dat zou natuurlijk kunnen, dat is uit bosles.nl. Dat is, nou ja, zo. Maar even een vraagje. Op dit moment is ongeveer 10%, 11% van Nederland bestaat uit bos. Even een vraag voor de mensen die net hun hand niet opstaken. Hoeveel was dat 200 jaar geleden? U heeft 7. 3 mogelijkheden. Minder, meer, zonder nou meteen aan minder, minder te gaan roepen en zo, dat willen we niet. Minder, ook 10%. Of was dat meer? Wie gaat er voor A? Wie gaat er, oh sorry, wie gaat er voor B? Ook 10%. Wie gaat er voor C? Ja, het is toch net iets meer, hè? Gelukkig. Het echte antwoord komt zo. Ik heb daarnet al even gehoord een verhaal van een van de twee sprekers voor mij dat er ontbossing plaatsvindt in Nederland. Nou, kijk even naar deze grafiek. Die heb ik geleend of gekregen eigenlijk van Gert-Jan Schelhaas, die straks in een van de twee panels zit. Als je nou naar deze lijn kijkt, ik kan zelf de getallen niet zien, maar jullie gelukkig wel. Tenzij ik ervoor sta. We gaan hier van 1930 tot 2020, dan zie je dat de oppervlakte bos in Nederland behoorlijk is toegenomen. En er is aan het eind van de lijn is er een klein dipje naar beneden. En waar kwam dat vooral door? Dat er een aantal plekken in Nederland gekozen is om bos weg te halen ten behoeve van korte vegetaties. Heidevelden en stuifzanden. Nou, daar kun je over strijden of dat wel of niet verstandig is. En welke mate erin dat moet gebeuren. Of dat binnen Natura 2000 gebieden enzovoort. Dat is allemaal niet zo erg aan de orde. Maar het is, dat is het belangrijkste, dit is maar een hele kleine dip. Want als we nog verder terugkijken in de geschiedenis, en dat is een antwoord op de vraag die ik daarnet aan jullie stelde. Dit is het beeld van de ontwikkeling van de bosoppervlakte in Nederland. Nou, jullie zien daar 2070 staan, een grafiek in lichte tint aangegeven. Want dat zijn de ambities die we hebben om meer bos in Nederland aan te leggen. Maar daar moet je je ook dan weer niet al te veel van voorstellen. Ik ga kijken of ik jullie kan helpen aan wat relativeringen. Ik ben een boekje aan het schrijven nu. Die andere boekjes zijn klaar. De vierde en de vijfde drukkers daarvan. Die worden veel gelezen. Zijn overigens ook te koop hier in de hal, maar dat terzijde. Vierde en de vijfde druk. In totaal zijn er 13.000 van die boekjes. Maar het boekje dat ik nu ga maken is volgens mij nog veel spannender. En het heeft als titel Mythes. Het heeft als titel Houtfabriek. Daar kan ik in zo'n zaal als hier wel mee aankomen, dacht ik. Houtfabriek en als ondertitel Mythes en misverstanden over bos en bomen. En ik heb het vanavond ook bij de sprekers voor mij, waar ik later nog eens hoop wat nader contact mee te krijgen, ook nog een aantal gehoord. Misverstanden. Er is steeds meer bos in Nederland. Daar zijn we vanaf. Hè? Er komt steeds meer bos in Nederland. Bosaanplanten is dé remedie tegen klimaatproblemen. Dus ook een van de klassiekers. Bosaanplant, remedie tegen klimaatproblemen. Bosuitbreiding is een goed plan. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, verwacht geen snelle CO2-wonderen. Wat is het geval? Er is, om echt iets voor te stellen, om echt het hout te laten snijden, veel bos nodig. Bent u er nog? Dit zijn gegevens die ik niet zelf allemaal bedacht heb, maar die komen van mijn Wageningse vrienden. Er is dus heel veel bos nodig.
En we kunnen hier natuurlijk praten over, dat moet bijkomen en we moeten het bos iets anders beheren, zodat er wat meer uit geoogst zou kunnen worden en zo. Maar bedenk wel, het bos is traag. Het gaat allemaal niet zo snel. Pas na een jaartje of 10, 15 stelt het echt wat voor met die koolstofvastlegging. In het begin zijn het boompjes stekjes, kleine. En hout groeit aan hout, dames en heren. Je moet dus hout hebben om behoorlijk wat hout te laten groeien. En als het over bouwhout gaat, hebben we eens bouwhout gehad. En daar gaat het vandaag en vanavond over. Heb je het pas echt naar. Dan hangt je een beetje van de plek af en de boomsoort en de houtsoort. Maar dan heb je toch minstens een half eeuw nodig. Dus dat is mooi om daarover te praten, over te dromen. Maar realiseer je dat het klimaatprobleem natuurlijk veel urgenter is dan dat we met het bosaanleg kunnen oplossen. Dit is natuurlijk ook een klassieker, hoort ook bij de wat betere mythes en misverstanden uit het boekje dat gaat verschijnen deze zomer. Houtkap is slecht voor het klimaat. En ik durf te stellen, en dat wordt je in het boekje bos-en-klimaat.nl. Nou ja, het boekje heet natuurlijk niet zo. Het boekje heet 7 vragen over bos en klimaat. Allemaal, beide boeken zijn overigens gratis online te bekijken. Op een correspondentachtige manier is dat heel erg toegankelijk. Maar ik stel dus dat bos het gebruik van hout juist goed is voor het klimaat. Nou, dat is vanavond al op verschillende toonaarden en met veel getallen is dat langsgekomen. Ten eerste, het onttrekt CO2 aan de atmosfeer. Dat is ook duidelijk voor dit gezelschap. Hoef ik jullie niet verder aan te geven, denk ik. CO2 wordt opgenomen, zuurstof komt eruit. Er wordt ook nog eens gezegd, wat fijn dat die bomen zuurstof produceren. Nou, dat is helemaal niet interessant. Grasveld produceert evenveel zuurstof, maar bovendien, we hebben geen tekort aan zuurstof. Dat is gewoon helemaal, dat is 20%. Ze hebben in de oude ijspakketten van de 100.000 jaren oud, hebben ze luchtbelletjes aangetroffen, er zat ook 20% zuurstof in. Dus zuurstof is helemaal geen item. Het gaat erom dat we dat kleine aandeel CO2, dat vervelend is. Nou, dat wordt vastgelegd in de zeeën van het hout, alle mooie koolstofwaterstofverbindingen. Maar bedenk het volgende, dames en heren. Doet mijn microfoon het nog? Ik geloof geleidelijk aan iets minder. Bij de groei. Oh, wacht even. Dan gaat het toch met de dingetjes iets fout, geloof ik. Ja? Ja, nu gaat er even iets fout. Oh, dat is een zwart. Dat is jammer. Zien jullie daar links nog die CO2 met een zwarte pijl naar beneden? Ja. Ah, gelukkig. Jullie zien het. Ik zie dat niet meer. Er wordt dus voor de groei wat CO2 opgenomen, waar we allemaal dol op zijn. En er wordt zuurstof afgegeven. En voor de afbraak is het tegenovergestelde proces aan de orde. Dus als wij hout in het bos laten liggen en het daar laten vergaan, en wat natuurlijk voor de ecologie op onderdelen heel handig en verstandig is, dan zijn wij netto, verschieten we daar niks mee op. Dus handig om het hout uit het bos te halen. Want het vergaan van hout, een volledig natuurlijk proces, is de tegenhanger van de fotosynthese. Hoe is het met de tijd? Nog 50 seconden. Nog 50 seconden? Ja. Is niet veel, hè? Nee. Dit weten jullie allemaal, hè? Dat weten jullie allemaal. Meer houtbouw gaat ten koste van ons bos. Dan moeten we deze toch nog even doen. Deze is wel handig. We moeten even handig, en dat heb ik vanavond te spreken, dus ook even uit elkaar, wil ik even uit elkaar halen. Je moet even een paar dingen uit elkaar halen. Houtproductie vindt plaats in het bos. Daar gaan al die verenigingen en die clubjes niet over. Het bos produceert het hout. Wat wij doen in Nederland is hout oogsten en elders op de wereld. Wij zijn het hout oogsten, dus het gaat over de houtoogst. Houtproductie is voorbehouden aan het bos. Dat kunnen jullie zelf allemaal niet. In Nederland wordt gemiddeld per jaar 7 kubieke meter hout geproduceerd door het bos. Dus in het begin van het jaar staat er bijvoorbeeld in een stuk bos 200 kubieke meter hout op een hectare. En aan het eind van het seizoen staat er 207 kubieke meter. Want nu gemiddeld in Nederland oogsten wij 4,5, zeg 5 kubieke meter hout. Dat betekent dat wij aan het sparen zijn. Ieder jaar komt er in het Nederlandse bos 2 kubieke meter hout bij. En dat is een trend die al de hele tijd plaatsvindt. Dus als hier gesproken wordt over we kunnen wat meer oogsten, dat klopt. Maar bedenk, die 0,9 kubieke meter van een van de mannen voor mij, dat strookt erg met die 70 miljoen kubieke meter wat wij consumeren. Nou, dan kun je natuurlijk wat plus en min, een beetje import, een beetje export. Maar 90% halen wij binnen. En als we meer hout moeten bouwen, moeten we gewoon meer importeren. Zo is het, want er is een grote houtvoorraad. Dat hebben jullie vanavond ook allemaal gelezen en gehoord. Dat komt ook van Martjan Schelhaas en van Gert-Jan Nabius, dit soort informatie.
meer houtbouw zorgt dus voor een kleine stijging van het Europese vraag. Geen enkel probleem. Het gaat dus niet ten koste van ons bos. Want het Nederlandse bos en het bosbeheer zal er niets door veranderen. Het oogstvolume wordt niet door de vraag bepaald, maar wordt afgestemd op de multifunctionele doelen. Met andere woorden, wij willen dat bos ook voor de recreatie en ook voor onze biodiversiteitsdoelstellingen gebruiken. En dat zal ook zo gebeuren. Dus ons bos gaat niets veranderen. Het Nederlands bos ontwikkelt zich goed. Het is wettelijk goed beschermd. Als je bos omzaagt, moet je dat daarna weer inplanten of laten van nature laten verjongen. Ons bos is, ik heb het de andere keer over, hebben redelijk klimaatbestendig. Dus er gaan natuurlijk wel eens wat dingen fout, maar de grote lijn is goed. En ons bos levert geregeld hout. En ons bos gaat geen, dames en heren, jongens en meisjes, ons bos gaat geen extra bouwhout leveren. Prettige avond. Nou, dankjewel. Binnen de tijd, hè? Nou, nee, hij loopt nu opnieuw weer af. Oh, dat is mooi. Ze hebben weer 3 minuten erbij. Maar even bijkomen om dit te laten indalen voordat we over dit... Kijk, nu is het echt afgelopen. Gelukkig. Dank je wel voor deze mooie bosles, Simon. Mooi. Ik daal weer geruststellend af, en ook weer verontrustend. We gaan met de wetenschappers verder in een panel. Ja. Dank jullie wel. Applausje voor Simon. En die gaan hier ook hele zinnige dingen over zeggen. Ik wil Esther Turnhout naar voren van de Universiteit van Twente, Martjan Schelhaas van de Wageningen Universiteit en Tim Boekhout van de Force Foundation. Gaan jullie maar staan. Als je een glaasje water wil, dan kun je dat even inschenken. Uit elkaar. Oh, je hebt het glas meegenomen. Kijk, dat zijn altijd weer dezelfde die dat doen. Even reactie op het verhaal van Simon, een van jullie. Even reactie of op de volgende verhalen. Wie voelt als eerste de neiging om iets te zeggen? Tim, jij waarschijnlijk. Ja, nou, ik vond het wel iets te positief. Ik denk dat hout kan ook leiden tot ontbossing. Ja, in de Amazone. Nou ja, je ziet, de houtkap is toch vaak de eerste stap van ontbossing. Ja. En ook, ik werk dan vooral in de Amazone, in de Braziliaanse Amazone. En daar is ook 80-90% is illegaal, sowieso. Ja, ja. En dat leidt ook tot die houtkapwegen. Dat is de eerste stap voor de ontbossing. Ja. Want die houtkap leidt niet tot ontbossing, maar hij maakt het, de houtkapwegen maken wel het bos toegankelijk voor de landbouwers, voor de goudzoekers, voor de jagers. He, dus het lijkt dus slecht voor de biodiversiteit en het lijkt is de eerste stap tot ontbossing. Zo gaat het meestal. Zo gaat het meestal en ja. Zo gaat het in de Amazone. Dan zijn jullie heel goed en hard bezig. Kun je kort vertellen hoe je dat daartegen gaat en hoe dat ook betrekking kan hebben? Nou, ik ben criminoloog en ik schrijf al 20 jaar over illegale houtkap. Mm-hmm. En de illegale houthandel die daarmee samenhangt. En ik dacht, 10 jaar geleden dacht ik, ik zit alleen maar over problemen te schrijven. Dus toen dacht ik van, hè, en daar word je ook niet blij van. Nee. Het is ook heel gevaarlijk. Want ik was vorige maand nog. En dan werk ik met. Ik werk nu. Ik, op een gegeven moment was vorige maand in Brazilië? Ja, in Amazone. Ja. En dan ben ik ook heel veel onder politie-escort. Ja. Om mij en mijn inheemse vrienden te beschermen tegen de illegale houtkappers en hun huurmoordenaars. Weet je, dus. Dat is de andere kant. Dus daar zit niet iedereen hier op te wachten. Nee. Maar ik dacht, het viel me wel op dat die woorden als illegaliteit en criminaliteit helemaal niet vallen. Nee. Ik denk, groen in Europa, dat hebben we dan meestal niet in Europa. Maar ook in Roemenië hebben we gewoon heel veel illegale houtkappen. Er zijn ook rangers vermoord. Dus dat is echt wat ik noem georganiseerde houtcriminaliteit. Nee, we komen maar zeker ik werk, ja, maar met inheemse dacht ik van, we moeten met die bosbewoners het bos beschermen. Dus dit is ons wapen. Oh, kijk. Een waterdichte GPS-camera. Die ze niet kunnen afpakken. Maar er zijn verkenners voorop. Dus jij maakt foto's van. Nou, de inheemse bosbewakers, Forest Gardeners maken foto's met deze. En die spelen we door naar de handhavingsautoriteiten, politie en justitie. Om bewijsmateriaal, zodat ze beter kunnen handhaven. Oké, maar dit soort dingen zou je kunnen toepassen. Wat ik wel hoorde in de voorbereiding is dat gecertificeerde. Daar gaan we straks ook met de wereld van de certificering over hebben. Van hoe zeker weet je, hè, dat er geen oerbossen in Polen worden gekapt. Dan kunnen we misschien jouw lessen ook meenemen. Als we dat echt goed willen controleren. Misschien ook zelfs wel in Polen. Esther, jij bent ecoloog. We hadden het net over die ontbossing. Je werkt in Twente ook aan allerlei innovatieve dingen. Maar kun jij vertellen, die ontbossing, wat heeft dat voor effecten op het klimaat? Nou, ik ben geen ecoloog, ooit. Oorspronkelijk, maar ja. Ik werk nu vooral in sociale wetenschappen rond governance problemen. Ja, maar ik wil je als ecoloog ook even vragen, omdat je dat natuurlijk als basis hebt. Als je dit hoort, als je onderzoek doet naar ontbossing, ook behalve op het sociale gebied? Nou,
het belangrijkste aspect hiervan is dat de oorzaken van ontbossing die liggen gedeeltelijk buiten de houtoogst. Ja. En ik denk dat dat iets is wat ook weinig aandacht krijgt. Maar het is natuurlijk zo dat als je kijkt naar hoe we land gebruiken... Mm-hmm. en wat nou precies de ontbossing drijft... Mm-hmm. dat je aan hele andere knoppen gaat draaien dan aan houtoogst. Want dan moet je het hebben over landbouw. Ja, en dan moet je het hebben over conversie van land voor veevoer en het vee zelf. Ja. Dat zijn de oorzaken. Dat betekent dat duurzaam bosbeheer op die manier niet een antwoord is... of een oplossing van het vraagstuk van ontbossing. Dat moet je eigenlijk los van elkaar zien, zeg je. Ja, en vaak wordt de discussie niet op het juiste manier gevoerd. Dus ook met houtbouw als klimaatoplossing... en dat vond ik wel heel belangrijk dat Simon dat net zei... houtbouw is niet een oplossing voor klimaatverandering. Dat is alsof je met watjes op een olifant schiet. Wat je moet doen voor klimaatverandering is emissies drastisch reduceren. En dan moet je het ook weer niet hebben over duurzaam bosbeheer. Dan moet je het hebben over stoppen met fossiel. Die manier is het een schakel in een veel groter probleem. En is het heel erg belangrijk dat we dit discussie... op het juiste niveau blijven voeren. Nou ja, jij zoomt heel erg uit. Dat is ook heel goed hoor, dat gebeurt. En dat er veel grotere dingen moeten gebeuren, dat is duidelijk. We hebben het hier ook over over houtbouw... en over het oplossen van ook de woningcrisis... en kijken of hout daar een oplossing in biedt. Ik begrijp heel goed dat daarin... Dat het jou irriteert, omdat je denkt van... Maar ik wil weer even terug. Het is heel goed om ook op dat macroniveau te kijken. Maar we moeten wel ook gewoon met die wattenbolletjes op olifant blijven schieten. Want we moeten ook die woningen voor elkaar zien te krijgen. Mart-Jan, jij doet onderzoek in Wageningen. Mm-hmm. Naar ook de invloed van houtbouw op het klimaat. Kun je daar iets ook over... Onder andere. Een hoop van wat er voorbij komt... komt onder andere bij ons vandaan. Prima samenvatting over het algemeen van ons werk. Ja, daar ben je wel blij mee, denk ik. Dat doe ik niet voor niks. Nee. Wat er al gezegd is, je moet een boom kappen om er houthuizen van te kunnen bouwen. Ja. En wat mensen misschien niet zo goed op hun netvlies hebben staan... is dat er in het bos heel veel, of dus in het bos, in het hele proces... Ja. is eigenlijk behoorlijk inefficiënt. Hè? Die bomen zijn rond en over het algemeen zijn de balken die we hebben vierkant. Ja. Dus in het hele productieproces... niet de houtproductie, maar het produceren van het oogsten. Houten, daar verlies je behoorlijk veel CO2. Hè? Dus al die takken die eraf gezaagd worden, die blijven in het bos achter. Dus puur het oogsten bedoel je? Hè? Dus niet alleen het oogsten, maar ook op het moment dat die stam de fabriek ingaat. Hè? Dan moet die recht gemaakt worden. Er is een hoop afval bij. Voor een deel wordt dat verbrand, bijvoorbeeld om het hout te oogsten. Dus, of te drogen bedoel ik. Ja. Hè? Dus een deel van de kubieke meters die de lucht ingaan... wordt gebruikt in het productieproces. Maar... onze berekening is misschien maar 50% van wat je oogst, wat je uit het bos haalt, komt daadwerkelijk in dit soort producten terecht. En er zitten heel veel verliezen erin, kwaliteitsverliezen. Dat is wel een stap die je in die duurzame bosbeheer moet doen. Van hoe zorgen we dat die 50% dat je zoveel mogelijk van het product wat je uit het bos haalt, ook daadwerkelijk in dit soort producten terecht komt. Wordt daar onderzoek naar gedaan, hoe je dat zou kunnen doen? Nou, dat weet ik niet precies. Hè. Dat is niet helemaal onze expertise. Maar voor zover wij die keten in kunnen kijken... is op het moment dat je hem omzaagt... blijven die wortels in de grond zitten, die verteren, de takken blijven achter. En van die stam die het bos uitgaat... gaat misschien ook maar 50-60% daadwerkelijk in zo'n product zitten. Dat op het moment dat je dit hebt, is het een fantastisch product... en het blijft lang zitten. Maar als je naar kijkt wat er tussen het kappen van de boom... en het produceren zit, daar is misschien ook nog wel een hoop winst te halen. Valt daar winst te halen? Pablo, is dat iets wat... die 50%, wat kunnen we daar niet wat meer mee doen? Nou, dat is op zich niet heel nieuw. Ze hebben altijd conversie. En over al het gemeen wordt ook heel veel met die reststromen wel iets nuttigs gedaan. Dus daar is ook een stukje van de energie in voor de paneelproducten. Kijk, wat je bijvoorbeeld kan doen is schillen, fineren. Dan haal je een hogere efficiëntie aan. Bijvoorbeeld voor laminated veneer lumber. Je kan er ook een stukje van het OSB, hè, dat is eigenlijk die chips. Die kan je bijvoorbeeld ook in de kern van CLT doen. Daar is bijvoorbeeld staatsbosbeheer mee bezig. Dus er zijn zeker heel veel houtinnovaties mogelijk om nog groter gedeelte van dat hout hoogwaardig toe te gaan passen. Ik wil heel even kort reageren op wat Esther zei. Kijk, een stukje zit natuurlijk ook. Ik snap een stukje, want wat Simon zei ook met het bos. Dat gaat langzaam, gaat traag. Hij is natuurlijk ook snel
snelgroeiers, ook biobased grondstoffen. Ik ben mijn promotieonderzoek ging over bamboe, dus ik hoop nog altijd dat reuzenbamboe door klimaatverandering in het zuiden van Europa een beetje natuurlijk gaat groeien. Dus daar, dat gaat langzaam, dat is waar. Maar het stukje waar het de uitstoot, daar heb je natuurlijk wel in de bouw mee te maken. En op het moment dat je de uitstoot van staal en beton kan vermijden, of baksteen, daar heb je wel echt een serieuze klimaatwinst. Dat wil ik nog even toevoegen. Ja, dat snap ik. Ja, dus dat moet ook in oogschouw. En we hebben het natuurlijk ook over het gebruik van hout voor woningbouw of voor de bouw in het algemeen. Maar die duurzame bosbeheer, zeg maar, Tim, is dat iets wat je... Je bent in Brazilië, je leert daar heel veel lessen. Hoe zie jij dat in Nederland? Hoe zie je dat hier goed of fout gaan? Nou, ik zie... Ik ben bang dat er nu zoveel vraag komt, zoveel druk op de markt, dat het begrip duurzaamheid heel erg verwaterd. Dus dat is dat begint eigenlijk nu al. Want de FSC gold dan als of geldt als de beste certificeringsstandaard. Ja. Maar nu wordt ook FSC, of nu ik hoor eigenlijk al van dat de gemeente Amsterdam nu eigenlijk alweer anderen wil toelaten. Terwijl ik denk, FSC is nog niet eens goed genoeg. We moeten echt de lat hoger leggen. Want FSC zit ook illegaal hout nog. He, dat kun je, en ik bedoel, in PFC zijn er ook allerlei problemen nu met de inheemse volken in Maleisië bijvoorbeeld. Dus ik vind, in plaats van dat we de lat lager gaan leggen, moeten we de lat juist hoger leggen. Ja. Dus je bent heel erg bang voor die glijdende schaal, omdat die vraag nu zo hoog wordt. Ja, want die zijn er nu al. Hè? Ik bedoel, er zijn nu al... ik zeg mijn mening ook bijvoorbeeld over FSC. Ik vind het de beste standaard, maar nog niet goed genoeg. Biodiversiteit telt helemaal niet. Er zijn te veel conflicten nog met inheemse volkeren. Ik kan nog steeds geen garantie voor legaliteit. Dus ik vind dat het veel meer... Er moet echt gewoon een 100% eis zijn voor legaliteit. En ik vind dat de houtsector daar ook meer aan kan doen. Ik bedoel, bijvoorbeeld met GPS of met forensische methode... kan je gewoon veel duidelijker aantonen waar het hout vandaan komt. Oké, die pakken we mee voor de tweede panel met de certificeringsclub. Jullie onthouden dit, hè? Dat we hier, dat nog de lat nog hoger kan. Hoe kan de wetenschap ons daar ook nog mee behelpen? Wat Tim hier aangeeft, van we moeten echt... Het is nu het momentum, iedereen loopt weg met hout. Maar waar moeten we nou ontzettend voor gaan oppassen? Martjan, wat denk jij? En wat kunnen jullie als Wageningen bijdragen? Te zorgen dat het goed gaat. Ja, goed, wat Esther al zei, en wat ook eerder gezegd werd... Het is niet de oplossing. Het probleem is immens... En een paar boompjes planten, een paar hectares erbij, een huis van hout of al die huizen van hout. Het lost het probleem niet op. Je zei al de ontbossing. Voor een deel is dat veevoer, is dat vlees wat we eten. Ja, maar dat hebben we net al getackled. Ja, goed, dat is het grotere vraag. Je moet oppassen van denk ik, van oh leuk, we bouwen houten huizen en dan kan ik vlees blijven eten. Of het is niet nee, of maar dit, dan kijk, maar het, ja. het is alles. Het is alles, dat klopt, maar er is ook nog een sessie elders over de landbouw en over hoe we dat kunnen doen. Dat bespreken we hier niet. Maar als we het nou puur hebben over het duurzame bosbeheer ten bate van houtbouw. Als je nou kijkt, als we daar gewoon even op focussen. Wat kan de Wageningen Universiteit en de hele wetenschap daarin betekenen om te zorgen? Ik denk dat wat op dit moment heel veel speelt, is dat steeds meer met remote sensing, dat je een soort real-time monitoring krijgt van hoeveel wordt er geoogst, waar wordt er geoogst. En voor een groot deel weten we dat wel uit statistieken. Mm-hmm. Maar met die remote sensing methodes kun je daar nog veel sneller kun je daarbij zijn. En, dus je kunt methoden ontwikkelen om snel te kunnen kijken of het goed gaat. En of het waar er dingen gebeuren. En nou ja, op het moment dat er overschrijdingen zijn of bepaalde waardes overschreden worden, zou je daar sneller bij op kunnen ingrijpen. Of sneller gaan kijken wat er aan de hand is. Dat kan de rol van de wetenschap. Esther, is dat de rol van wat jullie kunnen spelen? Nou, waar wij aan werken in Twente is aan transities. En transities hebben een aantal algemene patronen. En ik zat voor een van de eerste sessies ging over beleid en mm-hmm. regelgeving. Mm-hmm. En een van de dingen die steeds terugkomt in studies naar transitie is dat op een gegeven moment de beleidskaders en de regelgevingskaders beginnen te knellen. Mm-hmm. Wat nou blijkt is dat als je kennisproductie zo organiseert dat je de gebruikers van de kennis, de probleemeigenaren eigenlijk direct samen met wetenschappers in een kamer zet,
dat je heel snel tot de kern komt van wat belemmert nu... Wat belemmert het opschalen van een transitie? Okay. En welke institutionele belemmeringen moet je wegnemen? Mm-hmm. En ook een beter beeld krijgen van wat zijn nou de belangen? Want die zijn er ook altijd, die transities tegengaan. Precies. Want dus ik denk in dat... het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, wat wij doen... Mm-hmm. Dat gaat over wanneer kunnen transities opschakelen? Wat houdt ze tegen en hoe neem je dat weg? Ja, en daarin zeg jij, nodig de wetenschap daaruit... om samen daarin op te trekken en te waarschuwen voor waar het... Ja, en echt oplossingen en die belangen te in de gaten houden. Ja, ja. Ja, dus niet alleen de feiten en de cijfers, dat brengt je een eind... maar dat brengt je niet ver genoeg vaak. Nee, en daarin kan de wetenschap natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat we niet... helemaal gekke dingen gaan doen. In die, hè? Dus dat, want dat is eigenlijk jullie taak. Zie je dat ook zo, Pablo? Is dat ook wordt de wetenschap daarin ook in meegenomen? En is er constant een dialoog? Nou, de hele transitie, denk ik, is natuurlijk heel... dat is heel belangrijk om... het is ook over social tipping points. En het gaat over waar bijvoorbeeld Jan Rotmans mee bezig is... om eigenlijk de gevestigde orde... En nu heb je heel veel tegengas, krijg je in de bouw van... Dus de gevestigde orde. En dat betekent dat het systeem gaat veranderen. Dus vanuit die optiek kan ik dat wel snappen. Maar? Nee, ik weet niet of het precies antwoord is op de vraag. Misschien maar iets om nog even in te gaan op het werk wat Wageningen doet met Climate Smart Forestry. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe kun je bossen klimaatbestendiger maken? Ja, vertel dat eens even. Nou goed, de bossen klimaatbestendiger maken. Hoe kan dat? We kijken nu van, je kunt hout bouwen. Het kan deel zijn van de oplossing in de zin van mitigatie. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het bos ook last van de klimaatverandering. Precies, die gaat achteruit, hè, dat Greenpeace-onderzoek. Ja. En de laatste jaren is er een ontzettende uitbraak geweest van letterzetter in Centraal-Europa. Er zijn echt miljoenen kubieke meters hout zijn er vrijgekomen aan de fijnsparren. En je moet ook iets doen om te zorgen dat hout wat erbij groeit enzovoorts... dat ook in de toekomst blijft groeien en ook onder een warmer klimaat. En dat is waar Klimaat Slim Bosbeheer onder andere naar kijkt. Van, hoe krijg je dat klimaatbestendig? Maar ook dat je kijkt van op welke plek moet je wat doen. Heb sommige plekken waar het misschien niet zo urgent is... kun je misschien wat beter het hout in het bos laten om CO2-opslag in het bos... En op plekken waar het misschien, waar je verwacht dat er binnen afzienbare tijd problemen komen, kun je misschien beter oogsten en de problemen voor zijn. En wie brengt dat in kaart? Dat is natuurlijk fantastisch. Want we hebben natuurlijk ook al in het begin had ik het over dat die biodiversiteit of de kwaliteit van de bossen zo hard achteruit gaat. Wie wijst aan van daar moet je wel zijn, daar moet je niet zijn? Daar zijn we mee bezig. Daar zijn jullie mee bezig. Verschillende projecten lopen daarover om te kijken van wat zijn de risico's. Aardig om het wel te noemen, om te zeggen dat de Europese bossen... daar weten de straks de volgende panel ook heel veel over... zijn een CO2-sink. Per jaar slaan de Europese bossen 10% of misschien al meer... van de CO2-uitstoot van Europa op. Dus het moet wel belangrijk. Het is best wel een belangrijk onderdeel van... niet alles natuurlijk, maar het is wel echt wel ook die bossen... zijn een onderdeel van die CO2-opslag. En daarom is het zo belangrijk dat ze goed blijven. Ja, daarom is duurzaam bosbeheer de sleutel. En dat gaan we straks horen. Dat zijn die certificeringssystemen... Er zijn daar randvoorwaarden voor, van die CO2. Ja, soms moet ik aan. Ja, maar ik zou zeggen, een randvoorwaarde is wel dat het gewoon goed gebeurt. En eerlijk en transparant. Want... Exact, maar volgens mij focus jij heel erg op tropische bossen. En dat is heel goed om even te verscheiden. We hebben het hier over Europese bossen, naaldbossen. En in plaats van Brazilië en misschien ergens iets in Roemenië. Dat is wel even belangrijk om voor de discussie om dat duidelijk te stellen. Ja, maar ik heb... Ja. De onrust daar weg, ja. Kunnen we daar een rustig bos voor terugkrijgen? Daar hebben we allemaal ontzettend behoefte aan. Maar ik geloof wel wat Tim zegt, en dan ben ik het wel ben het met je eens. Natuurlijk hebben we het daar over tropische bossen. Maar ik vind wat Tim zegt ook wel hout snijden. Kunnen daar niet omheen. Maar dat je die methode van... Want we hebben bossen in Europa, maar ook in Oost-Europa... waar het volgens mij niet zo heel erg kosher en netjes eraan toe gaat. Dus daar kunnen we ook wel misschien wat methodes van Tim... met als wapen het fototoestel. Nee, je hoeft ook niet allemaal steeds naar mij te kijken, hoor. Ik ben maar gewoon een simpele... Nee, maar jij bent mijn co-referent in zekere zin. Oké, ik zou zeker om je heen ook kijken. Ja, maar ik kijk om me heen. Maar iedereen die wat wil zeggen... Hey. Ik ben natuurlijk. Ja, nee, maar... Echt even uit elkaar halen. Wat Tim doet in de tropen, dat is ontzettend goed werk. Dat is ontzettend hard nodig. En ik wens hem daar heel veel succes mee. Maar neem van mij even aan, ik ben de oudste en de langste in deze zaal. Dat is waar.
Het bos in Nederland wordt goed beheerd. Natuurlijk zijn er hier en daar wat rimpeltjes. Kun je wat discussie over hebben met de grote lijn. En dat geldt zeker voor het Nederlandse bos, maar eigenlijk voor het Europese bos. Dat wordt duurzaam beheerd. Ik heb je aangegeven, het wordt 7 kubieke meter wordt begroeid erbij en er wordt 5 kubieke meter uitgehaald. Er wordt dus minder geoogst dan erbij groeit. Het okay. is dus de garantie voor duurzaam bosbeheer. Tim blijft waakzaam. Nou ja, ik vraag me af, is dan besloten dat we alleen maar Europees hout gaan gebruiken? Is dat nu de nieuwe Nederlandse beleidslijn? Nee, dat wordt gesuggereerd. Terwijl ik denk van, wetenschap is ook, ik ben van de criminologie en crime science. Dat de grootste vorm van milieucriminaliteit in de wereld, volgens de UNEP en ook Interpol, is forest crime, is hout. Ja. Dus ik bedoel, we hebben het wel over, in het hout zit een hele grote vorm van criminaliteit. En dat wordt helemaal niet benoemd. Ja, dat is waar. Dat zit vooral in de tropen. Niet alleen in de tropen, maar vooral in de tropen. Vooral in de tropen, maar dat klopt. Maar het is waar, we kunnen ook met de lessen die jij hebt, waar het mis kan gaan, kunnen we ook zeker wat mee. Dus ik denk dat daar zeker een lijn ligt. Wat ik hier wil afsluiten is, wat is jullie beste advies aan, want we gaan straks over met een panel over de certificeringen. Daar wil je al een bruggetje naar slaan. Waar moeten we dan op letten? We moeten kijken naar naar de kwaliteit van die bossen, Mart-Jan. Waar moeten we nog meer op letten? Binnen de certificering? Ja, binnen de certificering, want die krijgen we zo als het volgende panel. Nou ja, goed, een onderdeel wat Simon noemt is dat het oogstniveau, dat je dat niet over de bijgroei heen gaat. Ja. In ieder geval niet op de langere termijn. Meestal belangrijk. Esther, heb jij nog een boodschap aan de certificeerders? Van waar moeten we op letten? Haal de wetenschap erbij? Er is op dit moment heel veel aandacht om bomen te planten voor klimaat. En dat gebeurt op hele grote schaal. Mm-hmm. En dat gaat vaak heel slecht. Dat gaat slecht voor biodiversiteit, maar dat gaat ook gepaard met veel onrechtvaardigheid, wordt ook wel green grabbing genoemd. Dat lokale gemeenschappen geen toegang meer hebben tot bossen waar ze ook echt van afhankelijk zijn door grote bedrijven. Ja. Dus rechtvaardigheid, legaliteit zou ik me bij aan willen sluiten. En biodiversiteit zijn dingen waar, denk ik, binnen de certificering de lat wat hoger kan. Dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld, dat snap ik ook. Ja. Maar dat zou fijn zijn. Ja, fijn. Dus rechtvaardigheid. En biodiversiteit. En biodiversiteit. Daar moeten we echt op letten. Nou, dat ga ik zeker aan het volgende panel voorleggen. Ontzettend bedankt voor jullie komst. Applausje voor deze drie waakzame. Waakzame mensen. Dan wil ik nu Wieke Smit, Maarten Willemen, Johan Paul Borremans, Mark van Bentum en Oscar van Doorn naar voren. Kom naar voren. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, daar zijn ze allemaal, de mensen van de certificering. Ik ga jullie allemaal keurig introduceren op het moment dat ik het woord geef. Wieke Smit, jij bent bent de pragmatische idealist van de Forest Stewardship Council. Een non-profit organisatie die een bewezen oplossing voor duurzaam bosbeheer biedt. Wieke, jouw reactie op wat daar gezegd is in het vorige panel. Nee. Over die rechtvaardigheid. We moeten echt bij die certificering echt even goed de boel in de gaten houden. Ja, wat echt heel mooi is aan het FSC-systeem, vind ik, is dat het een democratisch systeem is. We hebben de economische kamer, de sociale kamer en de ecologische kamer. Ja. En die stemmen met z'n drieën over alles wat er gebeurt binnen ons systeem. Die hebben evenveel stemrecht. Dus in de basis zit dat in ons systeem. En natuurlijk kan in ieder systeem iets misgaan. Mm-hmm. Maar ik ben ook blij te horen dat jij in ieder geval zegt dat wij het meest strenge, robuuste systeem zijn. Kijk. Dat er nu is. En wij willen altijd verbeteren. En ik denk dat iedereen dat hier zal zeggen. Ja, oké. Okay. Dus maar in ieder geval, wij doen al 30 jaar ons best om onderdeel te zijn van de oplossing. Onderdeel van de oplossing, oké. Okay. En snap jij ook waar de gevaren zitten of waar de waarschuwingen liggen van de belangen? En houdt dat goed in de gaten? En misschien toch ook wel houdt dat uit gebieden komt waar je niet helemaal controle over hebt? Nou ja, we zitten in 64 landen. Ja. We hebben 220 miljoen hectare. Mm-hmm. We kunnen heel veilig in Nederland gaan zitten en een bos certificeren wat helemaal goed beheerd wordt. Ja, precies. Maar ik weet niet of je dan onderdeel van de oplossing bent. Nee, precies. Maar mijn vraag is eigenlijk van, waar zijn ook landen waarvan je denkt van, oeh, hier is het wel spannend? Weten we het hier wel zeker? Er zijn allerlei landen waar het spannend is. Maar daar groeien bossen en die willen we ook beschermen. Ja. En dus dat doe je juist ook door ze een economische waarde te geven. Oké. Okay. Mark van Bentum.
van ProBos. Jij bent eigenlijk bezig met die hele relatie tussen bosbeheer en biodiversiteit. Toch? Onder andere ook? Onder andere, ProBos. Ja. Zijn er dingen in het vorige panel die je hebt gehoord waarvan je denkt... oh ja, daar moeten we toch wel echt even goed, als het gaat over duurzaam bosbeheer... goed aan denken bij die certificering? Nou, vanwege certificering. Certificering is nu ongeveer 30 jaar onder ons. Mm-hmm. De thema's zijn wat veranderd. En waar we misschien wat meer aandacht voor zouden kunnen hebben, is klimaat. Weet je, daar zouden we in bij de certificeringssystemen. Zou dat wellicht wat beter ingebed kunnen worden? Biodiversiteit, hè? Er werd ook gezegd. Van, hou daar. Ja, maar dat herken ik eigenlijk minder. Ik, ja? Binnen certificering wordt er eigenlijk naar het hele systeem, bos-ecosysteem gekeken. Je moet van alles monitoren. Ik denk dat. Recent ook ook zelfs in Nederland bij de evaluatie van, wat was het, 20 jaar groepscertificering, wordt er wel gezien dat in ieder geval een deel van die beheerders die dat omarmd hebben in die tijd voor het eerst een beheerplan gemaakt, hebben moeten monitoren wat zij in het veld zien, wat ze voor een impact daarvan zien, hoe ze daar vervolgens, als het nodig is, mitigerende maatregelen op kunnen nemen. Dus daar is wel ontwikkeling. Ja. Nee, als je het hebt over het vorige panel, wat ik nog wel zou willen toevoegen. Ja, het rendement moet omhoog. En dat kan vanuit een heleboel optiek. Sowieso zou ik de sector willen oproepen. En dan heb ik het meer over de bouw en de houtverwerkende sector. Dat ze open moeten staan voor meerdere houtsoorten. Dat is ook ontzettend belangrijk voor duurzaam bosbeheer. Ja. In veel bossen kunnen een heleboel soorten voorkomen. Dat geldt ook voor Nederland. We hebben niet echt een hele goede bestemming voor beuk bijvoorbeeld. Maar die rendementen waar Mart-Jan het ook terecht over had, ik denk dat hij ook direct met me eens zal zijn dat we 50% rendement hebben. Als een belangrijk deel als grondstof in het bos blijft, is dat helemaal niet erg. Want we hebben ook nog geen goede mineralenbalans in het Nederlandse bos. Dus in die zin is het niet zo zwart-wit. Nee, ja. Precies. Wie staat er weer van Derix? Ja. Ja, hi. Je bent echt van een houtbouwproducent. Ja. Als je dit allemaal hoort, hè? En hoe werkt dat als houtbouwproducent in de praktijk met die certificeringen? Hoe gaat dat in zijn werk? Check je alles? Waar werk je het best mee? Ja, moet ik zeggen dat wij geen eigen bossen hebben. Dus nee. Wij zijn inderdaad een houtbouwbedrijf. Mm-hmm. We maken houten gebouwen van CLT en gelamineerd hout. Ja. Al onze fabrieken staan net over de grens in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen. Ja. Wij gebruiken uitsluitend 100% PEFC gecertificeerd hout. Dus zeker uit die groene spot. Ja. Ongeveer 200 kilometer vanaf onze fabriek, in met name Noord-Rijn-Westfalen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, die houtbouwketen is helemaal niet zo lang. Dus die is voor mij betreft heel goed overzichtelijk. Ja. Dus al het hout wat bij ons binnenkomt, wordt gecontroleerd of het gekenmerkt is met het PEFC-label. Ook de formulierenstroom, dus de vrachtbrieven, maar ook de inkomende facturen. Mm-hmm. En dat is de manier waarop wij het controleren en beheren. En hoe zie jij ook een ontwikkeling in die hele certificering? Hoe lang doe jij dit al? Ik werk inmiddels 22 jaar in het hout. 22 jaar? Ja. En kun je een beetje een schets geven van hoe zich dat ontwikkelt in die afgelopen 22 jaar? Qua certificering en qua... het waarborgen van dat het echt duurzaam beheerd hout is? Moet ik zeggen, wij gebruiken dus uitsluitend vuurhout van de fijnspar. Ja. En eigenlijk is al het hout, het meeste hout wat in Europa van de vuurhout is PEFC gecertificeerd. Dus ik weet eigenlijk niet beter dat het hout wat wij gebruiken van een PEFC gecertificeerd bos komt. Dus je bent gewoon altijd, je bent altijd kosher bezig in die zin. Ja, ik maak me daar echt geen zorgen om. Nee. Nee. Maarten, je bent van die certificering, hè? Als jij nou kijkt naar de afgelopen decennia, hoe zie jij die criteria veranderen? Hoe zie jij die certificering strenger worden? Of hoe zie je die ontwikkeling gaan? En hoe zorgen we dat die bossen kwalitatief beter worden, zodat we ze ook beter kunnen gebruiken? De systemen zijn op zich, de twee keurmerken zijn op zich stabiel in hun bouw. Ja. En wat ze doen is steeds verder in samenspraak met, zoals dat zo fijn heet, stakeholders. Maar dat is eigenlijk iedereen die een mening heeft over het bos en over het bosbeheer, ja. Komen tot verfijning. Ja. En dat FSC en PFC doen dat op een iets andere manier in de organisatie. Mm-hmm. Maar in essentie
komt het erop neer dat je zo ongeveer iedereen uitnodigt om inspraak te hebben op de kwaliteit van die certificering. Dus iedereen heeft inspraak op die? Ja, als je dat wilt, dan is iedereen wordt actief uitgenodigd om te vertellen wat er aan die certificering verbeterd kan worden. Dus het is een systeem wat al, zoals Wieke terecht zegt, al decennia lang in de wereld is. Ja. Ik beloof je, het is nergens perfect. Ook wij hebben onze rimpels. Ik zal ze maar meteen noemen. We hebben Maleisië. We zijn vertrokken uit Myanmar. Maar juist op die plaatsen probeer je wat bij te dragen. Het is inderdaad heel erg makkelijk om het Nederlandse bos te certificeren. Want dat is voor 99% certificaatwaardig. Nou, dat kunnen we allemaal morgen aftikken. En dat is ook maar 10% natuurlijk, hè? Want, in de productie gaat dat ook niks toevoegen. Ja. Maar dus de kunst van die certificaten is om juist op de plaatsen waar het moeilijk is wat toe te voegen. Ja. En op de plaatsen waar je toch op wat de afstand zit van dat bos, om de gebruiker de zekerheid te geven dat hout gewoon voldoet aan de criteria die eraan gesteld worden. Precies. Dus Nederland is nu moeilijk, Wieke. Want je zei net, we zitten in 64 landen. Waar gaan jouw rimpels, waar word jij nou het meest ongerust over? Dat je denkt, van daar ligt zo'n kans. Ik weet dat Afrika een land is waar het niet goed gaat. Hè? We zagen ook die rondjes van Nico. Waar denk je van, daar moeten we echt nog even... omdat we steeds afhankelijker worden natuurlijk ook van nou... Ja, ik herken de rondjes. Ik weet niet waar de rondjes op gebaseerd zijn. Dus dat weet ik niet. Ik weet dat wij wel bezig zijn met bossen certificeren in Afrika. Ja. Ook die bossen worden jaarlijks gecontroleerd door onze certificeerders. Ja. En juist daar zijn we ook bezig met wat Maarten ook al zegt, met de minder bekende houtsoorten. En dat, als je met andere houtsoorten uit een bos kunt, meer verschillende houtsoorten uit een bos kunt werken, ja, dan kan je dus nog veel beter dat bos in zijn diverse waarde laten. Ja, dit is een plaatje wat ik heb ingestuurd over onze recente beoordeling van die Timber Procurement Committee die Paul noemde. Ja. Er is dus in Nederland een commissie die ook nog beoordeelt van, zijn die systemen robuust? Maar dat is op dit moment volgens mij niet zo'n heel erg relevant plaatje. Relevant plaatje, maar oké. Okay, wat even volgens mij wel belangrijk is om nog te zeggen, ja. Al vind het heel belangrijk. Ja. Dit, de biodiversiteit, dat is wel echt iets waar wij absoluut op inzetten in de bossen. Dit is een plaatje uit Letland, waar de relmuis, als ik het goed zeg, mm-hmm, een specifiek beschermingsprogramma heeft gekregen in de FSC-gecertificeerde bossen. En daardoor ook veel beter is teruggekomen. Ja. En er is ook nog een plaatje van de werknemers in Gabon, die daar met zo'n nieuwe houtsoort, de houtsoort heet omvong, ja. Ja. Hebben leren zagen. Dat is een houtsoort waar veel silicium in zit, gewoon zand. Ja. Nou, iedereen kan zich voorstellen dat is slecht voor je zaag. Dat lijkt mij ook, ja. Maar het dat hout kun je heel goed gebruiken. Dus we hebben daar een project met een concessiehouder om te kijken hoe je dat daar veel beter kunt verwerken. Ja, oké. Okay. En wat Esther ook zei, hè, Maarten, dat je daarin dus de mensen die daar, dat zie je nu hier ook, hè, dus mensen die daar werken, en dat je de gemeenschappen waar die in de buurt, die in die bossen werken en die daar van leven, dat je die ook helpt. Hoe doen jullie dat, Maarten? Kun je daar ook nog wat over vertellen? Als je dan, als het gaat om de zorgen vanuit Esther. Even voor de helderheid, PFC is is bij uitstek ingericht om kleine boseigenaren de ruimte te bieden om ook op de wereldmarkt te leveren. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Hè. Certificering is niks anders dan een gebruiker op afstand uit te leggen dat het hout wat hij koopt uit een duurzaam beheerd bos komt. Mm-hmm. En ons systeem is heel erg bottom-up. We zijn allemaal verenigingen. Dus we zijn verenigingen van boseigenaren, landelijk, mm-hmm, per land georganiseerd. Dus die zijn zelf als het ware heel erg betrokken bij hun eigen certificeringssysteem in dat land. Ze zijn automatisch ook echt, hebben daar ook baat bij? Of die worden daarin ook gekend? PFC is speciaal gericht op de smallholders, zoals dat zo fijn in het in goed Nederlands heet. Ja. De kleinere boseigenaren. En die, dat is waar we ook uit ontstaan zijn, weliswaar in Europa. Maar hier is het bosbezit heel erg versnipperd. En mm-hmm, PFC heeft de ruimte gegeven om dat toch in één herkenbaar certificaat op de markt te kunnen brengen. Ja. Hey, en Mark, je bent ook ontzettend veel bezig. Je hebt enorm veel internationale ervaring. Hè? Dus in Azië, maar ook in Oekraïne en dat soort. Toch? Daar heb ik onder andere ook gewerkt, ja. Daar heb je onder andere ook gewerkt. Ja, als je kijkt hoe dat niet zozeer over de Oekraïne, hoor. Maar hoe werkt dat in de praktijk voor die boseigenaren en voor die gemeenschappen en voor de politieke dingen daar? Hoe werkt dat in het algemeen zo? Hoe kan dat beter of hoe gebeurt het nu?
Heb je even? Ja. Ja, nee, want dat gaat inderdaad niet over één nacht ijs. Nee. Nou ja, kijk, wat ik eigenlijk deels zou willen benadrukken is met certificering. De tool is niet perfect. En het is ook niet het middel wat ons gaat helpen om al onze bossen te behouden of te beschermen. Maar het is wel een proven product. Weet je, zoals jij eigenlijk net zei, van it's the best available product at the moment. Ja. Er zijn inderdaad, ook in Brazilië, zijn de concessies die dus heel duidelijk laten zien van dit is al 20 jaar een FSC gecertificeerde concessie. Daar is eigenlijk geen ontbossing, terwijl er omheen wel ontbossing plaatsvindt. Ja. Dus in die zin denk ik van ja, we kunnen daar heel lang over debatteren. We moeten ook vooral ons best doen om die systemen te verbeteren. Maar we moeten ook zorgen dat we dat hout uit die bossen blijven gebruiken. Ja. En daarmee ook die incentive om dus die bossen duurzaam te beheren behouden. Ja. En bij voorkeur ook vergroten. Ja. Want de Nederlandse markt doet het vrij goed. Ja. Maar met de Nederlandse markt gaan we die bossen niet overeind houden. Nee. Ik sprak vorige week inderdaad met concessiehouders uit Afrika. En die zitten echt van ja, weet je, ik kan 3 houtjes die we dus heel goed kennen in Nederland. Die kan ik met een meerprijs op de Nederlandse of op de Europese markt zetten, maar de rest niet. En daarmee is mijn certificering, die business case, is niet heel gezond. Nee. Dus ja, er moet eigenlijk gewoon meer vraag komen naar die producten. En we moeten dat areaal uitbreiden. Het is in ieder geval een middel dat werkt. Ja, ja, precies. Maar je moet ook dus, wat jij ook terecht zegt, blijven kijken, want we weten dat de kwaliteit van die bossen en de klimaatverandering ook effect heeft op die bossen. Dat we dat goed in de gaten. En daarmee kun je natuurlijk ook de wetenschappers betrekken. Hè? Dus nee, zeker. Ja, die betrekken we natuurlijk ook heel veel. Ja. Maar is het iets wat je ook zorgt? Want het is 70% van de biodiversiteit keldert. Hè? Dus het gaat ontzettend hard. Ik heb het onderzoek zelf niet gelezen. Nee. Ik denk dat het heel erg per bos verschilt. Ja. Nou, over het algemeen gesproken. Hè? Dat is niet zozeer een bos. En klimaatverandering is in zijn algemeenheid niet goed voor de wereld. Nee. Wat het precies voor het bos doet, weten we niet eens precies. Nee. Want het kan ook weer zo zijn dat boomsoorten die we nu kennen zich ook langzaam aanpassen. Ik was op het kroondomein vorige week en daar zei de die man daar, rentmeester. Arno. Ja. Ja, ik weet wel dat hij Arno heet, maar ik dacht, wat is zijn functie? Die zei, ja, in de droge zomer van 2018 is de helft van mijn net aangeplante fijnsparren, wat waren het? Douglas. Douglas, doodgegaan. Ja. Maar de andere helft dus niet. Oh nee, dat was grof. Kijk. Sorry. En die helft kan er dus misschien beter tegen weer tegen de klimaatverandering. Dus natuurlijk moeten we dat heel goed blijven volgen. Maar we weten daar ook nog lang niet alles van. Maar wat wij voortdurend doen is in ieder land de bossenstandaard elke 5 jaar vernieuwen. Samen met de ecologische mensen, de sociale mensen en de economische mensen. Die dan gewoon heel goed kijken wat op dat moment de stand van het bos is. Ja. En we gaan straks even terug koppelen met Jeroen van der Waal. Over houtbouw in Amsterdam, die moet weer terug naar de praktijk. Even een rondje langs jullie. Wat zouden jullie Amsterdam in die zin aanraden? Van, waar moet goed op gelet worden? Hè? Begin ik met jou, Mark. Nou, Jeroen, waar ik nog aan moest denken, ook met jouw vraag. We hebben een paar jaar geleden voor het ministerie van INW, infrastructuur. Nou ja, die naam verandert telkens. hebben we onder andere ook bestekbepalingen ontwikkeld op het vlak van hergebruik van hout. Dus hoe kun je dan zeker weten dat als jij dus ook hout zo lang mogelijk in de cyclus wilt hebben, dat je dat ook in bestekbepalingen verankert? Want we verwijzen hier inderdaad veel naar TPEC, maar dat gaat over boscertificeringssystemen. Dat komt ook, en ook uit het Nederlandse bos, en denk ook bijvoorbeeld aan populieren, hè. Dat is niet altijd per se bos. Past niet eens altijd binnen boscertificeringen. Dat je ook dat hout goed kunt gebruiken met de goede randvoorwaarden. Dus er is nog wel iets meer, en die kan ik ook met je delen, Jeroen, dat ook daarmee zou kunnen helpen. En wat misschien ook de pool wat vergroot en ook wat ruimte maakt voor ander type hout. Kijk, dat is heel praktisch. Jan-Paul. Ja, waar ik eigenlijk wel wat van schrok is dat de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt heeft om alleen FSC-hout toe te passen. Ah. Terwijl het hout wat we gebruiken, zeker in de, als we praten over houten woningen van CLT of houtskeletbouw of wat van toepassen of LVL. Ja, dat is overwegend van fijnsbar. Dus dat zijn prima beheerde bossen met PEFC-certificaat. Dus laat alsjeblieft die blokkade opheffen, want dat zou ontzettend jammer zijn. Oké, dat is ook een hele helder. Nou, dan hoef ik die alvast niet meer in te koppen. ik heb nog een andere. PFC heeft een systeem waarbij ook bomen buiten het bos kunnen worden gecertificeerd voor een duurzame beheer. In Nederland staat de helft van de bomen die we oogsten staat buiten het bos. En de andere helft staat in dat bos. Nou, die boscertificaten die garanderen dat duurzaam bosbeheer. En PFC heeft een programma, Trees Outside Forest, weer in goed Nederlands, bomen buiten het bos, waarbij je de kans zou krijgen om je stadsbomen onder certificaat te brengen.
En dus onder certificaat om dat keurmerk ook duurzaam in te zetten. Oké. Okay. Want ik sprak daar Floris Alkema over, die zei van je moet eigenlijk inderdaad een bomenstrategie hebben in die zin, hè? Toch? Dat je juist per boom kijkt en niet per bos. Nou, eerlijk gezegd ben ik niet helemaal van die afdeling. Ik hou meer van bossen dan van bomen. Ja. Maar wat jij zegt is... Maar het is wel de werkelijkheid. In stedelijke omgeving wordt er heel veel geoogst. En ook in het landelijk gebied wordt er natuurlijk veel geoogst. En veel van dat hout... vindt een laagwaardige toepassing, omdat juist het eigenlijk succes van de certificering, omdat de grote bedrijven die wensen gecertificeerd hout in te kopen. Dus die accepteren geen ongecertificeerd hout uit Nederland. Ja. Dus is de toepassing in Nederland laagwaardig. Nou, en dat gat proberen we op te vullen, zodat ook de toepassing van die bomen buiten het bos, dat die een hoogwaardige bestemming heeft. Heel goed, heel helder. Ja. Nou, dan hebben wij ook nog een andere certificering dan alleen ons bosbeheer, namelijk FSC Recycled. Want ik denk dat je behalve naar... Ja, je zou het bijna in andere stromen virgin materiaal noemen. Ook echt moet kijken naar hergebruik. En naar zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. En dat liet Nico natuurlijk ook al zien. Ik telde even snel, 62% wordt energie, papier of karton. Ja, en als je hoe hoogwaardiger je dat hout kunt gebruiken, wat daar in die 60, 70 of hoeveel jaar ook is gegroeid, hoe beter natuurlijk. En ik wil gewoon helemaal aansluiten bij waar Jeroen mee begon. Als jij hout koopt uit een duurzaam gecertificeerd bos, dan bescherm je daarmee het bos. Dus ga daarmee door. Ga daar vooral mee door. Nou, dat is duidelijk. Ontzettend bedankt voor jullie hele heldere en goede adviezen en jullie goede werk. Keep on doing the good work. Wou je nog wat zeggen, Jan Paul? Nee hoor. Nee, je kijkt zo. Een applausje voor deze mensen. Oh, Pablo. Ik heb een beetje nog gemist van, ik denk dat die naar voren komt. 95% van het hout dat we gaan toepassen in Amsterdam komt uit naaldbomen uit Europa. Wat ik een beetje heb gemist in die certificering, en wat ik altijd heb begrepen, is dat in die certificering echt een heel programma staat over people, plant, profit. En dat bijvoorbeeld biodiversiteit minimaal gelijk moet blijven of moet toenemen in de bos. Koolstofopslag op areaalniveau bij elkaar gelijk moet blijven of moet toenemen. En dat komt volgens mij niet echt naar voren in het nut van die certificeringen. Dat is de basis, hè? Bos blijft bos, maar en oogsten minder dan erbij groeit. Ja. Dat is ongeveer de kern. En verder zit er een heel circus van biodiversiteit en sociale zaken en dat soort dingen omheen. Nee, ik weet het, maar ik vroeg me even af of het goed genoeg naar voren werd gebracht in deze hele discussie. Want de certificering is juist dé manier om die hele keten te kunnen waarborgen dat het goed kan. En bij al die andere materiaalstromen, die hebben niet zo'n chain of custody certificaat. En is dat niet allemaal gewaarborgd? Ik vind het zo'n groot goed, het wordt nu bijna als iets, ja, die certificaat, dat is juist onze grote kracht en dat is zover ontwikkeld, waardoor duurzame houtbouw, denk ik, een heel mooi alternatief is. Maar goed, dat wil ik nog even toevoegen. Ja, nee, dat is op mij wel zo overgekomen dat de redding is ook, hè? Dat de manier is. Oké, een paar vragen nog uit het publiek en dan... Ja, ik had eigenlijk precies deze vraag, want ik vroeg me af of er... Ik heb het wel eens gehoord, maar ik weet nog niet van experts, dat als je duurzaam beheerd bos of FSC gecertificeerd, dat ook de biodiversiteit en dat je veel meer verschillende bomen plant. Dat er verschillende bomen teruggeplant worden. Dus dat je daarmee ook de biodiversiteit verhoogt. Klopt dat? Vraagteken. Dus inderdaad, dat kwam nog niet helemaal naar voren. Nee. De bossenstandaard verschilt per land, dus ik kan het niet helemaal generiek zeggen, maar er zitten altijd biodiversiteitseisen in die veel verder gaan dan de wetgeving in dat land. En dat gaat bijvoorbeeld over bestrijdingsmiddelengebruik, wat niet is toegestaan. Het kan gaan over inheemse soorten. Maar het is niet zo dat je alleen gecertificeerd wordt als de biodiversiteit toeneemt. Nou, ik moet eerst zeggen, ik was 6 weken geleden nog in Sauerland. En zodoende Bob van der Zanden vroeg mij, ik postte een bericht op LinkedIn. Ja. Dat men het leek op kaalkap. Nou, werd voor mij net ook gezegd dat met name in Noord-Rijn-Westfalen heeft men enorm last gehad van de letterzetten, de kever. Ja. Precies. Waardoor men noemt dat calamiteitenkap. En wat ik daar in ieder geval gezien heb, ook dat men van de monobossen af wil. Dus in plaats van... monocultuur is veel kwetsbaarder. Ja, dat men in plaats van waar één fijnspan wordt gekapt, plant men 4 bomen terug. En dat kan prima ook een beuk zijn of een doeklas. Dus door certificering kun je dus zelfs de biodiversiteit bevorderen? Ja.
En omdat het ook een belang, hè, omdat het ook beter is. Ik moet erbij wel zeggen dat die fijnspar, die monobossen ons wel ook veel gebracht hebben waar we nu staan natuurlijk. Er is heel veel hout beschikbaar die we nu kunnen gebruiken. Het is natuurlijk allebei. Hier is nog een vraag. Ja, ik ben eigenlijk verbaasd dat er helemaal geen woord gerept wordt over het beleid wat op Europees niveau moet worden vastgesteld. Wordt hier gesteld alsof certificering de oplossing is voor alle problemen. Maar certificering gaat de zeeën niet redden van overbevissing. En de bossen denk ik ook niet per definitie helemaal. Het is een belangrijk aspect van de verduurzaming. Maar op dit moment wordt er aan een EU-bossenwet gewerkt. Dat is dus een heel belangrijk instrument. Als we zien dat er een biobased economy wordt gebouwd en dat er zowel in de houtbouw als op andere sectoren toenemende druk komt om meer hout te leveren, dan moeten we dus gaan zorgen dat we niet hout laagwaardiger gaan gebruiken. Dus dan kan je wel FSC-gecertificeerd papier hebben, maar misschien moeten we met elkaar afkijken van moet het hout nou gebruikt worden voor houtbouw? Of moet het voor lagere, moet het nog voor energie gebruikt worden of voor papier? En het laatste wat ik erbij wil zeggen is dat ook sinds 2000, ten opzichte van 2000, de carbon sink in bossen terugloopt. Dus door klimaatadaptatie of door de klimaatverandering zie je al dat de kwaliteit van het bos achteruit holt. Je ziet branden ontstaan wereldwijd. Biodiversiteit loopt nog achteruit. Dus de certificering aan zich gaat niet het oplossing geven voor het probleem. Dat is kan het wel helpen. Ja, maar we hebben het helemaal niet over de bossenwet. Dat is de belangrijkste wetgeving die nu in Europa wordt gemaakt, die houtbouwtransitie juist moet bekrachtigen. Ik wil er wel iets over zeggen, want wij 29 jaar geleden is FSC opgericht omdat een aantal mensen teleurgesteld waren dat er op de duurzaamheidstop in Rio niks is geregeld voor de bossen. En ik ben blij dat die mensen toen deze oplossing hebben bedacht en dat we daar al 29 jaar mee werken. En ik denk niet dat het de oplossing voor alles is, want inderdaad, wat Esther al zei, de grootste oorzaken voor ontbossing, ja, dat is dat er palmolie en veevoer moet worden gewonnen. En ik denk dat wij daar een klein stukje van de oplossing hebben gehad de afgelopen jaren en zullen hebben, omdat wij het bos waarde geven met houtoogst en minder aantrekkelijk maken dat het per ongeluk in de fik vliegt en je er dan landbouwgrond van kan maken. Maar ja, wij zijn niet het wereldwijde systeem wat zo'n ordeningsvraagstuk kan beantwoorden. Maar zolang je hout gebruikt, kun je maar beter gecertificeerd hout gebruiken. Het is volgens mij ook een normale ontwikkeling dat dit soort private systemen voorloopt. En op enig moment denken overheden, moeten we niet wat gaan regelen? En die nemen dat dan over. Ik zou het helemaal geen enkel probleem vinden om morgen de tent dicht te doen als de Europese overheid met fatsoenlijke regelgeving komt. Zo simpel is het. Ja, mijn naam is Erik Haas. Ja, er werd net in het verhaal van Nico, ik vond het jammer dat er ook even geen moment was voor vragen uit de zaal toen. Werd er een pie chart liet hij zien van waar het hout voor gebruikt wordt. En een van die segmenten, de grootste, was papier en karton, 34%. In algemeen is bekend dat zeg maar, een heel laagwaardige vorm is waarin hout wordt gebruikt. Elk houthoudend materiaal kan ervoor gebruikt worden. En ook veel snel groeiende planten kunnen daarvoor dienen. Dus mijn vraag is, wat kunnen we doen met dat feit? Is het niet zaken om massaal in te zetten op stoppen met hout van bomen, tenzij het een restproduct is uit de oogst, in te zetten voor deze toepassing en daar massaal andere snelgroeiende rassen voor te gebruiken? Nou, dat gebeurt al. In Zuid-Europa staat vol met eucalyptus waar papier van wordt gemaakt. Ja. Klopt. Het is waar hoor. De pulproductie, de papierproductie heeft nog steeds een fors aandeel. En ik voorzie eerlijk gezegd dat in de komende, nou ja, het gaat niet in 2-3 jaar, maar in de komende tijd gaan er technologische ontwikkelingen komen waardoor er echt een verschuiving komt en de duurzame inzet van producten uit het bos veel, veel groter wordt. Dat zit voor een deel overigens ook inderdaad in de bouw, waarbij de rendementen uit die zaagstammen veel hoger kan worden en we veel minder reststromen hebben. Oké, dan doe ik wel even jou. Nou ja, volgens mij kom je dan ook eigenlijk terug bij het centrale thema van vanavond. Ja. Op het moment dat die vraag naar hout uit de bouw een heel hoogwaardig segment aantrekt, dan trekt dat als goed is ook het hout omhoog. Want dan kun je dus ook wellicht andere producten gaan gebruiken voor hoogwaardige toepassingen. En dan werkt het zichzelf uit. Uit de nesten, ja. Uit het papier en uit dus het karton. In die zin omarmen. Ja. En ophouden met pakketjes bestellen bij bol.com. Dat scheelt ook een hoop. Boekjes schrijven. Ja, nog heel kort, want we zakken nu echt een beetje, vind ik jammer. Nou
Ja, een tweede belangrijke vraag die ik heb is... in de bouw wordt veel gewerkt met gestandardiseer of standaardiseerbare materialen. Vooral naaldhout wordt ervoor gebruikt. Nou, is in Noordwest-Europa, uit uitzondering van Scandinavië... is naaldhout geen goed plan meer in het kader van de verdroging. En het grootste contingent aan hout wat hier staat is loofhout. Dus mijn vraag is, wat zijn de visies van mensen in de zaal... die met houtbouw bezig zijn... over de toepassing, grootschalig, van loofhout... of van hout wat vrijkomt van loofbomen voor de houtbouw? Heb je daar een antwoord op of heb je een vraag? Antwoord, ze heeft het antwoord. Ik ben een bouwvakker en ik werk met hout. ik had eigenlijk een beetje... Die gedachte is nu een paar keer langsgekomen... dat met betrekking tot bouwen met hout... dat hout is geweldig, maar we moeten er ons niet op blind staren. Had jij een antwoord op zijn vraag? We moeten ons er niet op blind staren, dus ook nadenken over andere bouwmaterialen. Oké, maar dat is niet het antwoord op de vraag. Loofbomen, Paolo. Het gebruik daarvan. Ja, nee, goed idee. Dat kan prima. Bijvoorbeeld bouwbuggen, dat is van de basis van beuken. Je hebt CLT van tulpenhout uit Noord-Amerika. Dus het lijkt me heel goed om... Dat noemde ik net al die innovaties qua productontwikkeling. Ja. Daar zijn voor... Het hoeft heus niet... Kijk, maar dat weet Johan Paul heel goed. Het kost een bakken met geld om zo'n certificaat te krijgen. Om de product testen, mechanisch eigenschappen, dat bepaalt soort. Als je een ander soort moet doen, moet je weer tonnen investeren om dat weer te... Ja. Dus er zit wel heel wat haken en ogen aan, maar het zou kunnen. Alles kan, maar het kost ontzettend veel tijd. En we zijn met hout al een heel eind. Dat zeg je. Met de bestaande, precies. Oké, ik wil deze mensen ontslaan van hun fantastische taak. Ontzettend bedankt. Groot applaus voor deze certificering. Heel kort. We lopen echt heel erg uit de tijd. Het is om 10:30. Jeroen, even heel kort. Er zijn al heel veel duidelijke boodschappen naar jou. Even heel kort de terugkoppeling. Ja, ga maar. Ja, ja. Nou, ten eerste allemaal ontzettend bedankt voor deze informatie. En ik hoop dat het niet alleen voor mij informatief was, maar ook voor de mensen in de zaal. En ja, mijn belangrijkste conclusie is eigenlijk, er is heel veel over op te merken. Ook over hoeveelheden, waar je het vandaan moet halen. Maar heel belangrijk blijft denk ik toch dat we met die MRA-deal een vraag gaan stellen die denk ik echt wel goed gaat werken. Dat is mijn conclusie. Ondanks dat er best wel wat dingen zijn af te dingen over... Nou, over de effect op klimaatverandering, hoe je met certificaten omgaat. Maar in principe denk ik dat wij, en dat werd eigenlijk ook in het laatste onderdeel nog weer bevestigd... we zijn op de goede weg door juist houtbouw een hoogwaardige, met houtbouw zeg maar een hoogwaardige vraag te gaan creëren. En ik hoop dat die dus in de slipstream daarvan, dat er dus allerlei andere effecten gaan optreden... die ook bossen helpen en daarmee ook klimaatverandering helpen. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Over certificaten zelf had ik natuurlijk ook een vraag. Daar ben ik iets minder duidelijk over. Daar moet ik echt nog even naar kijken wat daarover is gezegd. Maar we denken wel natuurlijk, het is zo. Als inderdaad de regelgeving ook het een en ander kan betekenen... zal het zeker voor de Europese situatie veel betekenen. Maar je houdt natuurlijk altijd nog landen waar de governance wat lastiger is. En daar zie ik altijd nog een heel belangrijke rol voor certificering... zolang dat niet beter wordt. Wat ga je morgenochtend om 9:00 oppakken hiervan? Ik ga nog eens even, nou in ieder geval alle argumenten die zijn gedeeld. Ik denk wel dat we in het kader van de deal zelf nog eens bij elkaar moeten komen. Van wat willen we hier nou mee? Moeten we hier dingen veranderen? Moet Amsterdam zijn beleid veranderen? Of kan dat toch ook gewoon mee in wat we nu al doen? Is dat ook niet echt een belemmering? Ja, en wie ga je bellen morgenochtend om 9:00? Nou, misschien Pablo wel. Pablo als eerste. Nou, hopelijk ben je wakker. We hebben met z'n tweeën, of hij heeft dit idee eigenlijk bedacht, maar ik heb het bij hem neergelegd. Dus okay. Dank nog daarvoor. Oké. Okay. Jongens, willen mensen nog wat een concluderende opmerking maken? Dan gaan we nu snel. Zijn er nog mensen die nog wat iets concluderends in één zin willen zeggen? Pablo? Nee? Je wil een biertje? Ja, we willen allemaal een biertje, jongens. Sorry dat het zo uitliep. Het liep allemaal een beetje uit. Ga lekker naar de bar met die mensen praten. Ontzettend bedankt voor jullie komst. En fijne houten eeuw met z'n allen. Okay.